is wel waardeloos. Ja, ik kan niet. Ja. Ja, dit zijn jongens die van Telstar naar Excelsior. Stel dat je echt verlegen zit om een verhaaltje. Ja. Deze moet wel correct. Zit Elftal Feiten daar ook bij? Die had ik niet gekregen, maar die heb je misschien bij jou erbij. Ja, dit is, maar misschien moet ik ook gewoon zeggen van, dat we het samen zouden doen, maar dat we uit elkaar zitten. Dat je het er alleen moet doen en misschien niet de 90 minuten gaat volpraten. Nou, dan wordt het echt veel te lang, man. Ja, ik praat wel 90 minuten vol bij.
Ja, goedenavond dames en heren, vanuit een fris, fris Velse Zuid, zal ik maar zeggen vandaag. Ik zou hier normaliter met mijn collega Vincent Werken zitten, maar die zit opeens 2 meter naast mij, want ook hier hebben we natuurlijk de 1,5 meter regels. Dus ik zie Vincent hier van verre glimlachen. Het is niet anders helaas, dus we moeten het vandaag even alleen met mijn stem doen, 90 minuten lang. Ja. Ik denk dat ik morgen schor ben, maar we gaan het zien. Vanavond commentaar natuurlijk door u gebracht door mij, Carlo Teunissen. Namens Excelsior om jullie toch tegemoet te komen in deze tijden. Als we niet live op tv zijn, dan kunnen we altijd een mogelijkheid kijken of we toch live op tv kunnen zijn. Vandaar ook de keuze gemaakt om niet met een camera te werken eigenlijk. Terwijl hier nog een extra snoertje wordt toegediend met de accu, want die hadden we nog niet hier tot onze beschikking. Lijkt het Comedy Capers momenteel op de mediaafdeling. Maar Vincent en ik wurgen ons erdoorheen en komen ergens terecht. We zijn hier uiteraard natuurlijk vanavond in Velsen Zuid. En mochten jullie tips hebben, graag in de YouTube livestream vermelden. Of uiteraard ook op Twitter. Kan altijd. Ondertussen horen jullie waarschijnlijk de opstellingen door de commentator, de stadionspeaker van in het Buco Stadion hier voorbij komen. Dus vandaar dat ik ook maar even begin met de selecties van beide elftallen. We beginnen uiteraard met de Witte Leeuwen. Met op doel nummer 1 Jasper Schendelaar. Nummer 2 Ilias Bronkhorst. Nummer 5 Redouan El Yacoubi. Dat is natuurlijk een bekende naam voor onze Kralingers. Nummer 7 Rashan Fernandez. Nummer 8 Sven van Doorn. Nummer 9 Gleinor Plet. Nummer 13 Vincent Regeling. Nummer 18 Kiliano van Velsen. Nummer 23 Cas Dijkstra. Nummer 24 Siebe van der Meulen. Nummer 30 Ozan Koksu. Gaan we naar de reservespelers en dat zijn een hele waslijst. Met nummer 4 Limori Farouki. Nummer 11 Anthony Berestein. Nummer 12 Robin Eindhoven. Nummer 15 Redouan Taha. Nummer 16 Niels van Wetten. Nummer 17 Trevor Doornbusch. Nummer 20 Abdel Elouzani. Nummer 21 Anas Nadja. Nummer 26 Tom Overtoon. Nummer 28 Welat Kargo. Nummer 39 Marwan El Kardini. Cardani, excuses, nummer 25, Leslie Bakker. Gaan wij over naar onze eigen opstellingen. En dan hebben we natuurlijk even een mooie visual daarvoor gemaakt om jullie dat te vertonen. Nou ja, op goal nog steeds Maarten Fokkert. Alessandro Dame nog steeds geblesseerd eigenlijk. En waardoor de Fokkert zijn plek in het doel overneemt. En ook daarbij aanvoerder is. Nummer 2, Siebe Hormans. Nummer 4, Thomas Oudekotte. Nummer 5, Robin van der Meer. Nummer 8, Massieve. Nummer 9, Elias Maromerson. Nummer 10, Luigi Bruins. Nummer 15, Sonder Skeugen. Nummer 18, Ahmed Mendes Moreira. Nummer 22, Reuven Niemeyer. En nummer 24, Brendan Omondo-Ottewil. Op de bank zien we jongeling Pascal Kuiper. Uiteraard Hervé Matisse daarnaast gezeld. En met Abdallah Abakana. Nummer 14, Redouan Elankouri. Nummer 16, Sander Fischer. Nummer 20, Dylan Seys. Nummer 21, Niek den Heten. En nummer 26, Mitchell van Rooyen. Nummer 30, Lars Blijenberg als keeper. En nummer 31, Dave van Delft, de jongeling. Dat zijn dan weer de opstellingen voor vanavond. En dan gaan we natuurlijk langzaam aftellen tot 8 uur straks aftrappen. Dan zijn we benieuwd hoe dat gaat. Terwijl ik ondertussen Dennis van der Neut alweer hier langzaam voorbij zie komen. Onze teammanager uiteraard. Gaan we verder even kijken nog naar de statistieken die we van ons toe hebben gekregen van onze huisanalist. Dylan Metselaar natuurlijk tegen Jong PSV was hij erbij. Deze week kan dat helaas niet door de coronamaatregelen en dergelijke. Dus moeten wij ook ons aanpassen waar nodig. En zal dat nu ook zo gebeuren dat Dylan helaas niet mee kon vanavond. Dus moeten we het alleen regelen. Ja, alleen is niet alleen, want Vincent zou het ook natuurlijk doen. Alleen kan dat helaas niet doorgaan. We beginnen toch even met de elftal feiten voor degenen die dat nog niet hebben gelezen of gehoord hebben. Want ja, zowel Excelsior als Telstar hebben na 33 wedstrijden best wel pijnlijk minder punten dan vorig seizoen. En dat na 29 duels werd afgebroken natuurlijk. Het coronaseizoen, dat ging te boek in. Excelsior heeft 6 punten minder, maar namelijk 47 om 41 en Telstar namelijk 3 en dat is de 44 om 41. Wel een positieve statistiek, een beetje in de vorm waar Telstar zich verkeert, is dat Telstar geen van zijn 7 laatste uitwedstrijden won. De langste reeks van alle keukenkampioen-divisieclubs. Maar buiten huis behaalde het nog net iets meer punten dan in eigen huis. 20 om 19 namelijk. Knappe vorige week een overwinning natuurlijk tegen NEC Nijmegen. Die wonnen zojuist van Jong AZ met een 3-2 turnaround, een comeback eigenlijk. En Excelsior boog dat tweede keer dit seizoen een achterstand om in een 2-1 zege. Namelijk
voor de tweede keer dus dit seizoen, excuses. Telstar speelde juist alweer voor de 8e keer punten na een voorsprong. Namelijk, ze stonden 1-0 voor tegen Almere City. En in de laatste minuut werd dat nog 1-1 in het Janmar Stadion. Dan komen we aan de man van Telstar zijn kant eigenlijk. En dan is Redouan El Yacoubi natuurlijk volgend jaar te bewonderen in Kralingse dienst. En de speler stond ja, eigenlijk van Telstar stond dit seizoen bijna de meeste minuten op het veld. Hij miste er maar 8 van de mogelijke 2970 minuten. Dus dat is een statistiek om naar uit te kijken als hij in Kralingse dienst speelt. Nummer 5, alweer op het elftal feit, is Excelsior en Telstar treffen elkaar weer voor de 27e keer in de keukenkampioen-divisie. Excelsior won ooit 9 keer in Velsen-Zuid. 3 keer ging het met een punt naar huis en verloor er 14. Dus dat zijn statistieken die niet in ons voordeel staan vanavond. Maar we kunnen wel voordeel putten uit een van de laatste ontmoetingen hier, Vincent. Dan gaan we terug naar 2014. Jij was erbij. Hoeveel werd het? Hij komt er even bij, mensen. Ik geef hem de microfoon. Hoeveel werd het, Vincent? 2014, ja. Stel ze uit. 2014, toen werd het volgens mij een historische 8-0 overwinning. Wie was de hattrickmaker? Ja, de grote man die avond was natuurlijk Lars Veldwijk, die de bal mee naar huis mocht nemen, want die had een ongevalste hattrick. Dus ja, dat was een hele mooie avond hier in hetzelfde stadion. En in ditzelfde stadion, in het Buco-stadion, zo mogen we het noemen, zien we momenteel onze 11 rood-zwart in het veld oplopen. Uiteraard onder leiding van trainer Marinus Dijkhuizen, geassisteerd door zijn assistenten Marco Gentile, André Hoekstra en keeperstrainer Ronald Graafland. Zien we plaats nemen op de bank ondertussen. Ook zien we bij Telstar de 11 witte leeuwen op het veld verschijnen. Daarnaast ook met een spandoek. En dat is bedoeld voor Telstar supporter en vrijwilliger Maya Corbe. Die getroffen is door een TIA, heb ik begrepen. En de spelers die ondersteunen haar eigenlijk door dit spandoek. Maar ja, een hele bekende verschijning bij deze club, al heel lang. Dus mooi eerbetoon. Mooie eerbetoon aan Marja, zeker. Het is ook maar een kleine club als Telstar groter kan zijn, moeten we het toch benoemen. Absoluut. Nou ja, als ondertussen Jan Smit ook hier in het stadion horen galmen met de keukenkampioen-divisie-tune, zien we dat de twee aanvoerders, Gleinor Plet en Maarten de Fokkert, zich gaan melden bij Christian Baks. En Christian Baks is ook een leuk feitje. Dat is de laatste wedstrijd in het betaalde voetbal, dit onderrondje vanavond. Ja, die houdt er inderdaad mee op na vanavond. Die kiest voor zijn maatschappelijke carrière en hangt de fluit aan de wilgen, zoals dat dan. De fluit aan de wilgen, dat is een goeie, dat is een mooie. Kijk, Christian Baks vergezeld natuurlijk door zijn assistenten. Moet ik even de namen erbij pakken. De heer Goossens en de heer Weterings en de vierde official Vereiken. Excuses. Nou, ondertussen gaat Vincent weer op zijn plek zitten, 1,5 meter verder. En gaan wij weer verder met het radioverslag. Het is niet anders, maar mochten jullie nogmaals tips, feedback hebben, meld het gewoon in de comments. Of op Twitter natuurlijk onder de hashtag TelX. En wij gaan gewoon verder met het geven van het live verslag. Ondertussen zien we dat er... Elias Mar Omerson en Ahmed Mendes Morera zich hebben gemeld voor de aftrap. En, gaan wij hopen dat het kunstje van 2014 nogmaals kan herhaald worden hier in Velsen-Zuid. Zien we de handen omhoog gaan naar de assistent-trainers of assistent-scheidsrechters. Fluit Christian Baks af en zijn we begonnen in Velsen-Zuid. Op naar een mooi duel waar wij vanavond hopelijk ooggetuigen van mogen zijn. Zien we de bal achterin rondgaan bij Sonder Skeugen en Thomas Oudekotte. Meteen druk zetten van de thuismannen eigenlijk. En wordt Maarten Fokkert gedwongen tot een lange bal. Die kan El Yacoubi onderschatten ten opzichte van Elias Mar Omerson. Ook in tweede instantie en is het balverlies aan de kant van Excelsior. Waardoor Telstar mag gaan opbouwen. De rechterkant van het veld met Vincent Regeling. Die vindt zijn back Bronckhorst aan de rechterkant. Terwijl Excelsior goed druk gaat zetten via Ahmed Mendes Morera. En de witte leeuw terugdringt tot eigen 16. Goede onderschepping van Reven Niemeyer, waardoor er een ingooi wordt gewonnen door Telstar. Maar het goede druk zetten, meteen kenbaar gemaakt door Excelsior. De intenties zijn duidelijk, lijkt mij hier op Velsen-Zuid. Ondertussen wint Plet een duel van Skeugen, maar na Plet toch balverlies is het Ahmed Mendes Morera. Die een corner eruit lijkt te slepen.
En dat is correct. Dat ziet Christian Baks goed. En zo is de eerste corner van de wedstrijd voor Excelsior. En die gaat Luigi Bruins nemen. Ja, toch zijn we wel bekend als een cornerploeg dit jaar eigenlijk. Veel corners in de wedstrijden van Excelsior. Voornamelijk thuiswedstrijden zijn we gevaarlijk via corners. En Luigi Bruins kiest ervoor om hem kort te nemen via Brendan Amondo. Terwijl die kapt naar binnen en die gaat de bal inbrengen. Die stuurt me naar de tweede paal. Omdat is een bal voor Jasper Schendelaar, de keeper. En zo is het eigenlijk de eerste poging tot gevaar. Leidt tot geen gevaar. En zo kan Excelsior weer terug in de defensieve krachten. Zien we dat Telstar gaat opbouwen via Redon El-Yacoubi. Ja, natuurlijk de centrale verdediger die komend jaar de overstap maakt naar Kralingen. Dus een contract tekenen voor 2 jaar plus een optie. En dat is de eerste gedane transferzaken op de transfermarkt. Natuurlijk transfervrij kwam hij over. Maar ondertussen Excelsior de bal over. Veroverd via Thomas Adokot. Achmed Benes Pereira, die is weg. En die heeft te maken met 1-1 met zijn directe tegenstander. Dat is Van der Meulen. Vindt hem aan de rechterkant van het veld Siebe Hormans. Die gaat de combinatie aan met Elias Marhomison. Maar daar zit El-Yacoubi tussen. Toch weer balwinst dankzij Van der Kot, oude Kotten. En balverlies via Elias Marhomison. Waarna de Witte Leeuwen het spel kunnen gaan verplaatsen. Rashaan Fernandes, dus ja, eigenlijk de links middenvelder, links buitenvelder. Die de bal op kon pikken eigenlijk op rondje 16. En via El-Yacoubi wordt de bal naar de rechterkant van het veld, naar Bronckhorst gespeeld. Ondertussen vliegt mijn blaadje vliegt alle kanten op hier, want ja, er staat toch wel een frisse wind. Dankjewel Vincent. Maar nou, we eigenlijk zien dat El-Yacoubi een goede breedte paas in huis heeft. Nou, Bronckhorst die gaat daar duel aan met Omondo Ottewil. Kan vervolgens Coxio aanspelen op de rand van de 16. Wordt daar over de knie gelegd door Oudekotte, maar dat is geen overtreding, waardoor de middenvelder... De combinatie kan gaan met Niemeyer, maar die verliest de bal waardoor Telstar weer kan nog gaan opbouwen via Plet. En vervolgens via centrale verdediger Van der Meulen. Is het weer die Kuksje die een bal is. Dreigt naar de binnenkant van het veld en aan de rechterkant toch weer Cas Dijkstra vindt. En Dijkstra die zijn rode kaart pakte tegen Dort van een onnodige schop eigenlijk. Waardoor Telstar wist te verliezen eigenlijk van de schapenkoppen. Indraaiende voorzet van Bronckhorst leidt tot geen gevaar, want... Onder andere Sundus Keugen, die zet daar goed zijn lichaam in. En Kleiner Plet, die werd daar ongevaarlijk gemaakt. Gaan we opbouwen met Fokkert, Skeugen, Hormans aan de rechterkant van het veld. Die gaat opbouwen, die krijgt te maken met Rashaan Fernandes en verliest de bal eigenlijk. Is het toch Telstar wat opbouwend voornamelijk de bal krijgt en ook de ruimte heeft. Zoals je wat duidelijk te zien is in de 5-3-2 formatie momenteel. En dat gaat opbouwen. Ja, als we dan toch momenteel nu een langzaam opbouwend verhaal is met wederom El-Yacoubi aan de bal. Toch wel leuk om te benoemen over de centrale verdediger die overkomt. Kijkt toch tevreden terug op zijn tijd bij Telstar. Maar had toch een nieuwe uitdaging nodig en vond hij bij Excelsior. Kijkt wel onder meer over zijn trainer Andries Jonker echt heel erg goed terug. Goede ontwikkeling doorgemaakt onder hem. En ook al had je soms bonje of een discussie met hem. Individueel is hij een toptrainer, benoemde hij in zijn overstap. Zie je momenteel dat Kuksu een overtreding maakt op Thomas Oudekot op het midden van het veld. En dus levert het balbezit op voor Excelsior. Wiefi die neemt hem, die vindt Bruins. Die twee gaan de combinatie aan. Zo kan Bruins eigenlijk de bal verplaatsen naar Thomas Oudekot. Op de middencirkel krijgt hij te maken met Kleiner Plet. Lijkt de bal te verliezen, maar Bruins pikt op. Die probeert Achmed Nzorera te zoeken in de diepte. Maar die bal is te scherp, waardoor eigenlijk de Witte Leeuwen een ingooi verdienen. Ja, toch wel terug even naar die dramatische wedstrijd aan het begin van het seizoen. Waar Excelsior met 1-2 verloor. Nadat er met een 1-0 voorsprong direct naar rust goed uit de kleedkamers werd gezet. Vervolgens scoorde de gasten uit IJmuiden met via Van Doorn de 1-1. En J.L. Liesdijk in de 95ste minuut gingen we uiteindelijk er toch af in eigen huis. En zodoende werd de puntverlies geleden. Ja, toen was dat ook nog een van de wedstrijden waar er wel publiek mocht zijn. Helaas is dat nu natuurlijk met een beetje vooruitzicht is dat anders. Want ja, aanstaande wedstrijd tegen Dordrecht, de eerstvolgende thuiswedstrijd, mogen jullie weer ontvangen in ons eigen Van Dongen Droog Stadion. En dat is altijd mooi om te horen. En om te zien uiteraard. Aan de linkerkant van het veld, Rashaan Fernandes, die gaat de combinatie aan daar met Plet.
Die ziet daar Horremans tussen zitten, waardoor Telstar een ingooi wint op de helft van Excelsior. Nogmaals, voor de mensen die later intunen, ditmaal geen camera bij het verslag, omdat dat simpelweg momenteel met een accu-issue is. En we eigenlijk best wel even goed moeten opletten op onze batterijvermogen hier in Velsen-Zuid. Terwijl eigenlijk Excelsior de eerste paar minuten van de wedstrijd, 6 minuten, 7 minuten wedstrijd, voornamelijk het initiatief aan Telstar laat. En dat is ook wel terug te zien hier in het spel. Telstar wat mag opbouwen en de druk van Excelsior ongeveer randcirkel helft Telstar ziet komen. En daarna mogen de Witte Leeuwen gewoon rustig opbouwen. Nu is het de regeling die een bal diep stuurt richting Plet. Die legt hem terug tot Kuksu. Die stuurt vervolgens die Plet weer de diepte in. Maar die bal gaat over de achterlijn, waardoor Excelsior een doeltrap mag gaan nemen via Maarten de Fokkert. Ja, een opvallende persoon die mist aan de kant van Excelsior is natuurlijk Joël Zwarts, die vorige week extreem belangrijk was tegen NEC. En hij ontbreekt momenteel vanwege een blessure. De ernst van de blessure is nog niet bekend en daar kunnen we ook niks over uitlaten momenteel. Dus we weten niet hoe lang we Joël moeten missen. Maar één ding is zeker, hij is er vanavond natuurlijk niet bij. Hij is achtergebleven in Rotterdam en zal dat ook zo blijven. Ondertussen bouwt Excelsior op via Skeugen en Bruins in het centrum van het veld. Bruins die vindt daar Mats Wievert, hoogte van de middenlijn, en die gaat de diepte in via Ahmed Mendes Moreira. Die gaat de combinatie aan met Reuven Niemeyer. Reuven Niemeyer stuurt vervolgens Ahmed Mendes Moreira de diepte in. Die gaat schieten, die maakt de doelpoging. Die probeerde Schendelaar met een lopje eigenlijk te verrassen van ongeveer van de rand 16 meter. Daar was de doelman van Telstar niet voor te paaien eigenlijk. En is het een makkelijke vangbal voor hem. Ja, momenteel nog wel even een blessurebehandeling lijkt het bij Reuven Niemeyer, want die kreeg een aardige tik uitgedeeld nog. Maar gelukkig lijkt hij verder te kunnen. Het is natuurlijk Excelsior is niet de enige pot die bezig is. En dan zien we dat er binnen 11 minuten al 3 keer is gescoord in Utrecht. Want dat staat namelijk 2-1 bij Jong Utrecht Volendam. Verrassende tussenstand. Gaan we ondertussen weer terug naar het veld hier in Velsen-Zuid. En daar zien we een diepe bal naar Jasper Schendelaar naar Plet. Die kan makkelijk worden onderschept door Mats Wiefer, waardoor Excelsior kan gaan opbouwen via Van der Meer. Die heeft daar aan de rechterkant vindt hij Sunde Skeugen. En zo gaat het balletje rond achterin via Horremans terug bij diezelfde Noor. En is het Maarten Fokker die de bal kan ontvangen. Die gaat vervolgens weer aan de linkerkant via Bruins. Die gaat goed de combinatie aan met Brendan Mondol-Otterwil, waardoor Excelsior goed en makkelijk onder die druk van Telstar kan uitspelen. Sunders Keuken die vervolgens Horremans de diepte in zoekt en met oude kotten eigenlijk de helft van Telstar probeert te bereiken, maar dat niet lukt. En dan kan Telstar overschakelen met nummer 24 van der Meulen. Die vindt diepte in met Plet, maar Plet verliest de bal, waardoor Mats Wiefer en Van der Meer kunnen overnemen. Is het Bruins die heel knap daar onder druk van 3 man Horremans vindt. En die gaat, lijkt de diepte te zoeken, maar die kapt daar zijn tegenstander uit. Waardoor Excelsior makkelijk kan gaan opbouwen. Is de eerste 10 minuten eigenlijk voornamelijk een schaakspel geweest hier in Velsen-Zuid. Zonder echte kansen te noteren. Ziet Christian Baks daar aan Guyo, goed gezien eigenlijk een overtreding op Brendan Mondol-Otterwil. Waardoor Excelsior een vrije trap verdient ter hoogte van de middenlijn. En die gaat Luigi Bruins nemen lijkt het. Gaat er een combinatie aan met Ahmed Mendes Moreira. Die verliest de bal. Kan Dijkstra Kuksio aanspelen. Die krijgt te maken met Wiefer. Knap balwinst van Wiefer. Waardoor eigenlijk Niemeyer hem in zijn voeten krijgt. Die verliest hem helaas. Waardoor Telstar weer kan gaan opbouwen. Van der Meulen die de bal diep speelt richting Van Velzen. Van Velzen die kan er niet aan. Want aankomen want Brendan Mondol-Otterwil zit daar knap tussen. Waardoor Excelsior weer kan gaan opbouwen. Wordt gekozen door een diepe bal van Maarten Fokkert. Dan wordt het kopduel verloren door Ahmed Mendes Moreira, waardoor Bronckhorst kan gaan opbouwen aan de rechterkant van het veld. Van Dijkstra de bal controleren en dan is het via regeling is het centrale trio eigenlijk wat kan gaan opbouwen. Aan de linkerkant van het veld wordt El Yacoubi gezocht. Die zoekt de diepte naar Plet. Die diepte ook vindt, maar die Plet krijgt te maken met Van der Meer en Sunde Skeugen, de laatstgenoemde, tikte de bal over de lijn, waarna Telstar een ingooi verdient.
Ja, Vincent zei het natuurlijk al even, die legendarische uitoverwinning in 2013-2014, 8-0 winst. Die thuiswedstrijd werd gewoon 1-1 gelijk gespeeld, zo blijkt uit de statistieken. Wat een contrast is het verschil dan. Laten we kijken wat er vanavond nog kan gebeuren hier. Dus het regeling die de middenlijn oversteekt. De stralenverdediger die de diepte zoekt via Plet. Daar zit vervolgens Wiefer tussen en Thomas Oudekotte. En die stoopt juist nu de middenlijn over. Die mag heel ver komen zonder iemand te krijgen. Gaat schieten. Die poging is ver naast. Het is het eerste pogingtje van Excelsior. Naast de doelpunt van, of het, de doelpoging van Ahmed Mendes Moreira. Maar dit is weinig te noteren in de 12 minuten dat we nu hier spelen. Een doeltrap voor Telstar. Dan is het hier met een perfecte zonnetje nog eigenlijk. Een lentezonnetje kunnen we hier een wedstrijd voetbal spelen. En dan stond tussen Brendan Omondo Otterwil die de bal na de slechte doeltrap van Schendelaar overneemt. Dus Thomas Oudekotte die vervolgens Ahmed Mendes Moreira diep gaat zoeken. En hij krijgt te maken met Bronckhorst direct. Dan ontspeelt die man. Gaat terug naar Brendan Omondo-Otterwil. Die moet nu 1-op-1 zijn actie gaan maken. Kan dat vervolgens doen via hulp van Ahmed Ferreira. Geeft de bal voor. Probeert dat Elias Maromison te vinden. Maar die verliest het kopduel van Rashaan Fernandes. Waarna Telstar kan gaan uitverdedigen. Pakt Thomas Oudekotte de bal op. En die brengt Sunder Skeugen in stelling. Waardoor Excelsior weer kan gaan opbouwen. Via Skeugen en Van der Meer. Is het Bruins die uitzakt en de bal ophaalt. En direct te maken krijgt met Cas Dijkstra en toch daar Mats Wiefer vindt. Die heeft Kukshut. Dat doet hij knap, Mats Wiefer. Vindt vervolgens Ahmed Mendes Moreira die Bruins vindt. Ja, die heeft een hele lepe steekpaas in huis richting Reuven Niemeyer. Maar daar zit helaas zit daar iemand van Telstar tussen. Maar ja, dat betekent wel dat de Witte Leeuwen kunnen overnemen met Van Velzen. En die kiest ervoor voor een tikkie terug richting Elio Kubi, Fernandes en Dijkstra. Dan wordt het spel verplaatst aan de rechterkant van het veld. En dan is het Van der Meulen die de bal op komt stomen. De rechterkant Bronckhorst. Dan is het de regeling ten hoogte van de middenlijn. Ja, zo is er eigenlijk een wedstrijd wat tot nu toe, zoals ik al net zei, een heel fraai schaakspel is. Maar zonder echte doelpogingen. Voor Excelsior wel een confronterend feit is dat de laatst opeenvolgende competitiezege alweer dateert vanuit januari 2021. Terwijl we hier Van Velzen de bal zien af worden gezet door Skeugen. Dat zegt dat Christian Baks dat onreglementair is gegaan. En dat betekent dat Excelsior dus een vrije trap te verduren krijgt. Ongeveer 20 meter van het doel. En dan zullen we zien dat Maarten Fokkert een muurtje gaat neerzetten waarschijnlijk. Kiest hij er toch niet voor. Ja. We zien dat Van der Meer, Thomas Oudekotte, Sibel Hormans en Ahmed Moreira in de muur gaan staan hier. Vrij trap in de 15e minuut van de wedstrijd. Gaat Ilias Bronckhorst gaat daarachter staan. En nummer 8 Sven van Doorn. We gaan kijken wie hij gaat nemen. Gaat Christian Baks op zijn fluit blazen. En dan gaan we zien wat er gaat gebeuren. Dus Ilias Bronckhorst die de vrij trap neemt. En die schiet hem rechtop in de muur. Cas van Doorn die krijgt een herkansing. Of excuus Sven van Doorn. En dat is een makkelijke prooi van Maarten Fokkert. Waardoor Excelsior weer kan gaan opbouwen. Dus Fokkert die zijn tijd neemt. En dat ook gunt. Diepe bal van de Fokkert op Hormans. Die vindt met een kopbal Elias Maromerson. Ja, die wordt vervolgens druk gezet door twee man van Telstar, waardoor Telstar de bal kan winnen. Diepe bal van Velzen, die probeert daar Van der Meer om uit te spelen, maar Mats Wiefer zit daartussen. Is het wel weer opbouwen geblazen via Omando Otterwil en Luigi Bruins. En die kan nu gaan opbouwen. Vindt daar Ahmed Mendes Moreira, die draait daar knap weg van zijn directe tegenstander. Maar die probeerde een combinatie aan te gaan met Brendan Omando Otterwil ter hoogte van de middenlijn. Maar die speelde net een miscommunicatie tussen de Engelsman en de Nederlander, waardoor de bal over de zijlijn gaat. En dus een ingooi is voor Telstar. Diepe ingooi richting Cas Dijkstra. Die krijgt het te maken met Robin van der Meer. De hoogte van de cornervlag eigenlijk van Excelsior. Dat wordt gewonnen door het
duel wordt gewonnen door Telstar en waardoor het een ingooi is. Nu ter hoogte van de cornervlag. Dan kan er wellicht een verre ingooi gaan komen en daar moeten we voor gaan uitkijken. Zit Ilias Bronckhorst hier ook zojuist de vrije trap nam die nu gaat ingooien. Vindt daar Van Velzen in de 16 meter gebied. Kastijkstra op de rand 16. En die gaat uithalen en die schiet naast. Tweede poging tot gevaar van de thuis van de gastheer eigenlijk. Gaan we ondertussen even het archief in terwijl hier nog vrij weinig valt te beleven in Velsen Zuid. Dan gaan we even het lijstje erbij pakken van de spelers die zowel voor Excelsior als voor Telstar hebben gespeeld. En dat zijn er nog toch wel een aantal. Met meest recente speler natuurlijk is Jerry Schouten, nu actief voor Bologna in de Italiaanse Serie A. En, toch wel een transfer die als succesvol op de boeken kan worden geschreven door Excelsior. Gekocht in de Eredivisie tijd en is echt stormachtig ontwikkeld eigenlijk. Ja, en momenteel begeerd door het grote Napoli, de Italiaanse grootmacht eigenlijk. Zien we Telstar met een voorzet van Rashaan Fernandez. En die wordt ingeleverd bij Sunderskeuken. Waardoor Excelsior eruit kan. Een diepe bal voor Reuven Niemeyer op Elias Mormison. Die heeft te maken met Vincent Regeling. 1-1. Rand van de 16 meter gebied. Gaat IJslander naar binnen. En verliest hij de bal. Waardoor Telstar weer kan opbouwen. Ja, is toch slecht uitgespeeld door de IJslander. Maar is het nu een soort van druk geblazen. Maar half druk. Waardoor Telstar makkelijk kan opbouwen. Via Elio Kubi aan de linkerkant van het centrum. Vindt daar met nummer 8 Sven van Dorm. Die kan gaan opbouwen via Vincent Regeling. Ja, die kiest weer voor een tikkie terug, waardoor er binnen 18 minuten eigenlijk niet veel veranderd is aan het speelbeeld. Komt Van Velzen helemaal van voren de bal ophalen. Dan is het Elio Kubi die dan weer de bal ontvangt achterin. En zodoende gaan we de tijd door. Dus een diepe bal van de centrale verdediger van de Meulen op Bronckhorst. Die gaat daar het duel aan tegen... Brendan Modder-Otterwil geeft de bal voor en Sibbe Hormans die kan wegkoppen. Dus de Rashaan Fernandez die oppikt ter hoogte van de cornervlag. Het duel weer aangaat met Hormans. En dat doet de bellen goed waardoor Fernandez de aanvaller er niet voorbij kan en toch wel een corner wordt weggegeven. En die gaat kort worden genomen door Van Dorwen en weer die Fernandez. Die kapt naar binnen en die geeft nu wel voor. Die kan makkelijk worden weggekopt door Thomas Oudekotte. Maar wel kan worden opgepikt door Redo en El Yacoubi. Die vindt aan de rechterkant de centrale verdediger Vincent Regeling. Zit daar goed Mats Wiefer tussen en kan Brendan Amondo-Otterwil. Kan snel counteren, wou ik zeggen. Maar hij kiest ervoor de rust en kiest voor een tikkie terug richting Maarten Fokkert. Die heeft een diepe bal naar zijn richting Ahmed Mendes Moreira. Die gaat de kopduel aan met Regeling. Regeling die dat wint, waardoor... Van der Meulen het spel kan verplaatsen. Is het van Dijkstra die in het cirkel in het midden van het veld de bal ontvangt. En het spel verplaatsen richting Fernandez aan de linkerkant van het veld. Die kapt naar binnen. Is het Dijkstra die de bal ontvangt op 20 meter van het doel. Aan de rechterkant weer Bronckhorst vinkt. Die gaat het duel aan. Kapt daar Brendan Modder-Otters wel uit. En dat is een corner. Dat is corner nummer 2. Goed defensief werk toch van de Engelse linksback. Waardoor hij een corner moet weggeven. Maar knap gedaan. Is het corner nummer 3 van de wedstrijd hier in Velzen. Zien we dat Sven van Doorn achter de bal gaat staan. Die geeft de bal voor. Kan worden gekopt door Vincent Regeling. Eigenlijk tussen twee spelers van Excelsior in, maar hij kopt naast. Gelukkig maar. Stond tussen Excelsior wat opbouw via Wiefer, Bruins. Aan de linkerkant van het veld Amondo-Otterwil. Die wordt direct druk gezet door Bronckhorst. Waardoor hij terug moet naar Van der Meer. Van der Meer die een vogelvrije Thomas Oudekotte vindt. En via de diagonale paas Sunderskeuken vindt. Strale verdediger. Die kiest ervoor terug te gaan naar Van der Meer. Waardoor Van der Meer in het centrum van het veld Bruins vindt. Die kapt goed weg bij Dijkstra. En aan de rechterkant van het veld is het Sibbe Hormans. Die Reven Niemeyer diep vindt. En die gaat het sprintduel aan met El Yacoubi. Dat wint hij, maar hij moet wel noodgedwongen terug naar Hormans. Is het Bruins op 25 meter van het veld, van het doel, excuus. Dus Reven Niemeyer, combinatie aan met Sibbe Hormans. Dus diezelfde Niemeyer die natuurlijk afgelopen zomer overkwam van Heracles Almelo. Die
ja, toch noodgedwongen terug moet naar Bruins. Bruins die daar te maken krijgt met Van Doorn. En Sibe Hormans die het duel toch goed wint aan de zijkant van het veld. Maar de bal gewoon makkelijk inlevert bij El Yacoubi. En El Yacoubi kan de bal weer verplaatsen naar Van Doorn. En Gleiner Plet. Die krijgt te maken met een flinke Van der Meer stoot in de rug. Maar toch wel balbezit van Telstar. Giuliano van Velzen aan de linkerkant van het veld gaat daar het duel aan met Hormans. En die is daar voorbij. Sunders Keuken is hetzelfde. Maar levert de bal volgens in bij Wiefer. Die levert de bal volgens in bij Dijkstra. Maar dat is via een karambolage is het uiteindelijk niet mij die de bal in het bezit heeft. En Bruins kan gaan opbouwen. Het is toch wel echt het 5-3-2 voetbal van Excelsior wat we zien. Een diagonale paas nu van Bruins richting Elias Marmerson. En die moet daar nu de combinatie aangaan met Brendan Armando. Maar hij kiest ervoor naar binnen te gaan. Maar noodgedwongen moet hij de bal terugspelen naar Reuven Niemeyer. Die aan de rechterkant van het veld toch weer Sibe Hormans vindt, de Belg. Die uiteindelijk weinig met de bal kan doen. Wel Mats Wiefer die instroomt vanuit het centrum. En zijn bal links terug moet naar Van der Meer. En uiteindelijk Armando wil. Die heeft te maken met Bronckhorst, waardoor hij weer terug moet naar Bruins. Gaat Bruins weer de combinatie aan met Omanol Otterwil. Die terug moet naar Sunders Keuken ten hoogte van het middenveld. Dus Bruins die op de middencirkel, middenstip eigenlijk de bal ontvangt. Wiefer de diepte instuurt en Van der Meer eigenlijk die over komt lopen. Dus het Van der Meer die gaat voorzetten. En daar probeerde Reuven niet meer te vinden. Dan zit er vervolgens een Telstar-verdediger tussen. Gaat Elias Marmerson kan daar bijna uithalen. Maar Redon El Yacoubi zit daar tussen. Maar Telstar kan gaan counteren via Rashaan Fernandes en weer die El Yacoubi. Zit daar Thomas Oudekotter, zit daar goed tussen. Genoeg storend werk. En is het toch Christian Baks die daarvoor fluit voor die overtreding van Thomas Oudekotter. Die daar net El Yacoubi aantikte. Is er 23 minuten op de klok staande momenteel. En ja, is er nog weinig gevaar gebleken. Ga ik even naar mijn mede-commentator Vincent. Wat vind je van de wedstrijd tot nu toe? Kom amper mijn stoeltje vanaf. Ja, er zijn nog weinig echt grote kansen. Het gaat wel een beetje op en neer het spel. Maar nog weinig echt hele grote kansen voor beide doelen. Maar het zijn in ieder geval twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn, denk ik. Dus wat dat betreft is het wel leuk om naar te kijken. Telstar nu weer in de aanval. Die bal is voor Maarten de Fokker. Ja, een voorzet van Ilias Bronckhorst, waar dat een makkelijke pro is voor de goalie van Excelsior natuurlijk. Ja, het is een vrij defensieve wedstrijd, zien we ook. Excelsior in de 5-3-2 en datzelfde geldt eigenlijk voor Telstar. Zien we drie man achterin spelen, waardoor het eigenlijk een soort van, ik zei het al vaker, een schaakspel is hier in Velsen Zuid. Ja, dan zou je het inderdaad wel het beste kunnen omschrijven. Het gaat wel inderdaad allebei de kant op, maar het is nog niet helemaal. Terwijl we nu weer een doelpoging zien, die wordt geblokt. Doelpoging van Telstar. Ronny van der Meer die nu eruit komt en zijn tegenstander letterlijk van zich afschudt. De middenlijn overkomt, maar dan toch helaas de bal kwijt is. Ja, inderdaad kwijt is, want hij kwam heel ver bijna richting de middenlijn. Maar Vincent Regeling, straalafdeler van Telstar, zat daartussen. Net met een teentje waardoor hij de bal verspilt. En zo is het 25 minuten gespeeld. Is de bal achterin rondtikken voor Telstar de modus momenteel. Verder, meer kunnen we nog niet melden eigenlijk hier. Nee, veel kunnen we verder niet melden over deze wedstrijd. Wel altijd leuk om weer bij Telstar te zijn. Wat toch een hele leuke club is om te komen. Gastvrije club. Ik heb natuurlijk ook goede herinneringen hier aan. Want in 2006 werden we hier officieus kampioen. Eigenlijk de week voordat het officieel werd thuis tegen VVV. Eigenlijk waren we met z'n allen al aan het vieren dat het kampioenschap binnen was. Tot VVV een hele late treffer maakte. VVV was op dat moment concurrent. En die late treffer zorgde er eigenlijk voor dat de schaal weer ingepakt kon worden. En het feestje een week uitgesteld moest worden. Ja, want misschien een leuke vraag voor de kijkers. Wie scoorde er dan in dat duel? Jij weet het denk ik wel. Ja, dat was René van Dieren. Die maakte toen de enige treffer van die wedstrijd. Dus, laten we dan toch even vragen voor de echte luisteraar onder ons. Welke minuut was dat? Misschien als de docu op eigen benen is gekeken, dan is dat ook wel bekend. Maar dat was een hele vroege openingstreffer door Van Dieren. Uit de corner, een hele mooie fraaie kopbal. Waardoor Excelsior dus toch onofficieus kampioen was. Nou ja, het was echt zo dat letterlijk alles al klaar stond voor de schaaluitreiking. Totdat een hele late treffer van VVV eigenlijk ervoor zorgde dat het feestje een week uitgesteld moest worden. Maar dat was wel een leuke avond. En dan zien we...
bijna op 1-0 komen door Elias Maomason. Maar op een wonderbaarlijke wijze weet de doelman van Telstar dat alsnog te voorkomen. Ja, vrije voorzet van Brendan Amondo-Otterwil die hoog de bal voorgeeft. En Elias Maomason waar ja, Rashaan Fernandez eigenlijk onder de bal doorgaat. Elias Maomason die vervolgens de bal controleert en eigenlijk een doelpoging waagt. Nou, daar zit vervolgens de Telstar doelman tussen. En ja, Ahmed Mendes Moreira geeft de bal kort vanuit de corner. Die wordt weggewerkt. En is het weer opbouwen geblazen. Is het de bal terug richting Brendan Amondo-Otterwil. En die gaat de bal voorgeven in die 16. Daar zit Thomas Oudekotte nog. Die gaat het kopduel aan. Maar dan zet zijn lichaam daar goed tussen met Ilias Bronckhorst. Is het de hoogte van de cornervlag is het Ilias Bronckhorst die dat duel toch wint. En Mats Wiefer uiteindelijk vervolgens de bal over de zijlijn weet te schieten. Er stond ondertussen ook weer even een tussenstand rondje langs de velden. Zien we dat FC Dordrecht 0-2 achter staat tegen FC Den Bosch. Natuurlijk de kraker in de keukenkampenrevisie onder in de kelder. Jong Utrecht Volendam nog steeds 2-1 is. Roda JC ondertussen voor is gekomen tegen NAC Breda. En Cambuur verrassend achter staat tegen Telstar in eigen huis. Zegt natuurlijk niks, weten we uit eigen ervaring. En Top Os is zojuist op 1-0 gekomen tegen MVV. Als we dan verder gaan terug naar de wedstrijd zien we dat Excelsior de aanval zoekt via Hormans en Ahmed Mendes Moreira aan de rechterkant van het veld. Toch weer noodgedwongen terug door de aanvaller waarna Sundus Keuken in het spel kan verplaatsen aan de linkerkant van het veld richting Robin van der Meer. En toch weer het balletje. Hallo, Dave Buchter zegt hallo tegen je via de... Dave Buchter zegt hallo zie ik hier, krijg ik te horen van Vincent. Nou, hallo Dave, fijne avond. Leuk dat je luistert inderdaad. Geniet van het radioverslag en hopelijk een winst hier in Velsen-Zuid. Waar we Sundus Keuken in het veld zien oversteken eigenlijk. Lange passen. Hij vindt vervolgens Hormans aan de rechterkant van het veld. Die moet weer noodgedwongen terug richting Bruins. En is het schaakspel wat hier steeds verder gaat. De bal wat terug gaat richting Van der Meer. Die vervolgens Mats Wiever vindt en die krijgt te maken met Ozan Kuksu. Ja, het familie van. En dan hebben we het familie van... De Kuksu van Zuid eigenlijk. Zit Van der Meer die de bal ontvangt van de Fokker. En gewoon heel erg ver kan komen. De middenlijn over. Wel met plet te maken krijgt. Ja, en die houdt vast waardoor het goed wordt gezien door Christian Baks, de scheidsrechter. Ja, en dat is een vrije trap op een meter of 30 van het doel. Die wordt snel genomen door Ahmed Mendes Herrera. Diepte wordt gezocht bij Elias Maromason. Maar ja, daar zijn de verdedigers van Telstar te scherp in. Inclusief de doelman Schendelaar. Waardoor dus het gevaar onschadelijk wordt gemaakt. Ja, toch wel even nog even de statistieken erbij halen. Een 0-3 verlies werd hier geleden in 2019-2020. En dat was best wel een dramatische wedstrijd. Ik kijk even Vincent hier naast me aan. Dat was een wedstrijd 3 of 4 van het seizoen volgens mij. Vroeg in het seizoen. En daar werd toenmalig werd er verloren door 3-0 eigenlijk hier in Velsen-Zuid. Toenmalig trainer Ricardo Moniz omschreef het ook wel als hij was geschrokken van de prestatie van zijn team. En omschreef het als een doodzieke avond hier in Velsen-Zuid. Laten we hopen dat het nu anders is. Terwijl we eigenlijk nog steeds geen echte doelpoging van Excelsior hebben gezien naast de kleine wapenfeitjes. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Telstar na de vrije trap van Dorm. En de kopbal van Regeling. Andere speler die voor Excelsior en Telstar speelde is Michel Kruijer. Hij maakte in 1999 de overstap naar Excelsior vanuit Velsen-Zuid. Hij speelde vervolgens 3 seizoenen voor de Kralingers en kwam tot 54 wedstrijden in de Eerste Divisie. Ondertussen werd Elias Maomason weggestuurd door Mats Wiefer, maar die kon zijn directe tegenstander niet langskomen, waardoor de bal weer in balbezit is van Telstar. Nou, via Jasper Schendelaar wordt de bal ingeleverd bij Brendan Amondo-Otterwil, waardoor Excelsior kan gaan opbouwen. Amondo-Otterwil, diezelfde Engelsman, wint vervolgens het duel van Plet, maar Plet zat er net met een teentje tussen, waardoor Excelsior een ingooi wint. 5 meter over de middenlijn. En Excelsior kiest ervoor om terug te gaan. Manuel, geen dank uiteraard. We doen dit graag voor jullie. Want ook al kunnen jullie er niet bij zijn,
zowel fysiek als op tv, doen we toch alles om jullie hier een beetje bij te zijn. Ook al was het natuurlijk een leuk avondje uit Telstar. Lekker met z'n allen in de bus of wat dergelijke. En zien we de eerste poging van afstand ondertussen van Velzen. Van een meter of 20 en die schiet ver naast. Dat is genoteerd in de 31ste minuut. Vincent, heb je het staan? Hij gaat hem nu noteren en gaat het op Twitter verschijnen, jongens. Jullie zien het ongetwijfeld voorbij komen. Ondertussen zie ik eigenlijk nog een feitje voorbij komen vanuit onze hoofdjeugdopleidingen. Marco van Lochem, die stuurt mij een attent appje eigenlijk hier op de vrijdagavond. Dus er staat namelijk ook nog een andere ex-Excelsior-speler in de basis. Hier aan Telstar kant. Dat is namelijk Rashaan Fernandez. Die heeft jarenlang in de Excelsior jeugd gespeeld. Is vervolgens weggekaapt, hoe we het zo mooi noemen, door Feyenoord. En via Feyenoord eigenlijk de jeugd op Zuid zijn weggevonden bij Telstar. Ook nog bij Twente gespeeld, volgens mij in de jeugd. Waarna hij hier is terechtgekomen. Uiteraard een attente opmerking van Vincent. Ook nog Tom Overtoon. Die heeft ook een aantal jaren in Kraling gespeeld, hè Vincent? Eén jaartje, excuus. Er stond ondertussen Matswiever die de bal verovert. Samen de combinatie aangaat met Bruins. Toch de bal weer terugkrijgt. En Van der Meer die in het centrum van het veld de bal oppikt. Net over de helft van Telstar zit Brendan Romolto Otterbeeld die de combinatie aangaat met Thomas Oudekotte. Die heeft te maken met Gleiner Plet, de spits. Is het Oudekotte die de bal voorgeeft en dat scherp doet. Waardoor eigenlijk de bal net niet over de achterlijn belandt. Maar toch via Jasper Schendelaar... onschadelijk wordt gemaakt. En zo kunnen de Witte Leeuw weer gaan opbouwen. Is het Rashaan Fernandez die de bal oppikt. En zo weer verder speelt. Dus de Elio Kubi die de opbouw verzorgt samen met Vincent Regelink en Ilias Bronkhorst. Toch wat druk zetten van Ahmed Mendes Merera en Reuven Niemeyer. Dan zien we Thomas Oudekotte daar Dijkstra lastgevallen. En is het vervolgens toch weer balbezit van Excelsior. Want dat doen knappe druk gezet. En dat is ook te horen hier op het veld. Het applaus van de medespelers op het druk zetten van onder meer Ahmed Mendes Merera, Reuven Niemeyer, Thomas Oudekotte. En zo levert het bal op. Balbezit op, excuus. En kan Robin van der Meer gaan opbouwen. Matswiever ter hoogte van de middenlijn. Vindt daar Luigi Bruins aan de rechterkant van het veld. Die vindt de Belg Sibe Hormans. Die wil er een combinatie aangaan met Elias Maromesson. Maar daar zit Rashaan Fernandez tussen. En zo is het een via een karambolage. Is het toch weer een ingooi voor Telstar. Ja. En zitten we ondertussen alweer in minuut 34 van de wedstrijd. 34 ja. Het is niet anders. Het is weinig spektakel of vuurwerk hier. In het Vissersdorp IJmuiden, toch een beetje, Vincent? Vissersdorp IJmuiden met Nederlof onder andere als sponsor hier ook. En dat is een bekende naam, want Nederlof Fish is ook natuurlijk een sponsor die ons een warm hart toedraagt. Dus het is Sunders Keuken die de opbouw verzorgt met Hormans en Bruins die zich uit laat zakken. Dan wordt daar Bruins toch wel de prari gebracht door de Noor. Als hij twee man om zich heen heeft. Maar ja, met de kwaliteiten van Luigi Bruins. Ook al ben je zo oud, ook al ben je zo geroutineerd. Kan je dat gewoon ook volhouden. En ontspeelt hij dat knap. Is het Thomas Oudekotte met een diagonale paas op Reuven Niemeyer. Maar daar zit Redouan Kubi tussen. Die komt makkelijk terug op Jasper Schendelaar. En zo kunnen de Witte Leeuw weer gaan opbouwen. Aan de kant van Telstar is er natuurlijk ook wel groot nieuws dit seizoen te melden. Namelijk Frank Corpus Hoeke zijn afscheid aankondigde dit seizoen. Na 15 seizoenen onafgebroken hier actief te zijn in Velzen Zuid is het genoeg geweest voor Mr. Telstar. En zo is dat over één lap met natuurlijk Luigi Bruins. Dat is het einde verhaal voor hem. Van het betaalde profvoetbal. Dus toch Sven van Dorm die de bal op kan oppakken. 30 meter van het doel van Excelsior. Ik vind daar Dijkstra, die staat daar vrij. Die kan gewoon schieten. Ja, die schiet een meter of 2-3 naast het doel van Maarten Fokkert. En toch wel eigenlijk best wel opvallend dat hij best wel vrij stond. De rechterkant van het 16 meter gebied. Ook vrij kon uithalen. Dat was hier wel vanaf deze commentaarpositie samen met mijn mede-commentator van afstand Vincent Werker te zien. Linkerkant van het veld is het Robin van der Meer die het bal kan gaan opbouwen. Samen met zijn partner in crime met het verdedigingscentrum Sonderskeuken. Die kan indribbelen.
Probeert daar vervolgens Elias Maomen te zoeken. Maar levert vervolgens eigenlijk gewoon helemaal de bal aan bij Redouan El Yacoubi. Die gaat vervolgens indribbelen het middenveld in. Een kwaliteit die hij zelf omschreef als een van zijn betere kwaliteiten. Dus ook volgend jaar natuurlijk te bewonderen in het Van Dongen de Roos Stadion. En Sibe Hormans ondervindt momenteel het oordeel van Christian Baks. Omdat hij een overtreding begaan heeft. Ja, de wedstrijd natuurlijk vanavond niet live te zien op ESPN, vandaar het radioverslag. Nu hopen we natuurlijk de wedstrijd tegen NAC Breda volgende week in Breda wel live te hebben. Is het Koksje die ondertussen de combinatie aangaat met Fernandes in de 16 meter gebied, de bal vorm geeft. En is het Dijkstra die kan gaan uithalen. Oeh, en dat het toch wel een hele gevaarlijke poging is, want die gaat een meter naast de rechterpaal van Maarten Fokkert. En daar is Excelsior gewaarschuwd, want dat was een vrij afstandsschot van volgens mij toch Vincent Regeling in plaats van Cas Dijkstra. De centrale verdediger die daarmee op gestoomd was. Zo is Excelsior gewaarschuwd in minuut 36 van de wedstrijd. Gaan we weer opbouwen via Sanders Keuken aan de rechterkant van het veld. Schaakspel wat blijft schaken. De bal terug moet naar Maarten Fokkert. De doelman die vervolgens Robin van der Meer vindt. Vervolgens is het weer een zwakke inspeelpaas van Sibe Hormans, waardoor Redouan El Yacoubi de bal kan veroveren. Hij vindt vervolgens Dijkstra aan het midden van het veld. Kaatst de bal naar Bronckhorst toe aan de rechterkant van het veld. En die krijgt te maken met Brendan Omondol. Terwijl heeft hij toch de ruimte om de bal naar Koksje te plaatsen aan de linkerkant van het veld. Zo wordt de bal goed verplaatst door de Witte Leeuwen. En kan Dijkstra vrij weer uithalen, lijkt het. Hij kiest ervoor om de bal diep te geven. En is daar Koksje die de bal binnenwerkt. Is het niet geen buitenspel en komt Excelsior op een 1-0 achterstand. Omdat Dijkstra heel leed balletje eigenlijk achter de verdediging van Excelsior kan zetten. Het Kuksje die knap doorloopt. Vervolgens uit de rug van Sibe Hormans. En lijkt een miscommunicatie te zijn. Waardoor het 0-1 of 1-0 staat hier in Velsen-Zuid. Ja, en zo komt Excelsior toch, het was gewaarschuwd net in de 36e minuut. En dan komt het toch achter hier in het Buco Stadion. Gaat de vlag niet omhoog. En is het 1-0 achterstand. Ik word er naar elkaar gewezen in de verdediging van wat gebeurde daar nou. En daar zouden we eigenlijk de beelden voor nodig hebben van wat hier nou fout ging. Maar het is een Excelsior geblazen om hier terug van te komen. Is het weer opbouwen geblazen via Mats Wiefer en Sundus Keugen. Noor die er toch verkiest om het balletje terug te kaatsen naar Mats Wiefer. En dan is het de tukker die toch weer Skeugen vindt. Die vindt Thomas Oudekot op de helft van Telstar. Wordt het spel via Van der Meer verplaatst richting Ahmed Mendes Moreira aan de voorkant van de voorhoede. Vincent Regeling, de stralenverdediger, zit daar goed tussen. Waardoor Telstar leek over te kunnen nemen. Maar Van der Meer zit daar goed knap tussen en kan Excelsior weer gaan opbouwen. Bruins. Die uit is gezakt. Via Skeugen weer de bal gaat indribbelen. Is het Sibe Hormans aan de rechterkant van het veld. De hoogte van de middenlijn. Is de bal terug naar Bruins en Mats Wiefer. Die gaan de combinatie aan. Dan gaat Plet bijna de overtreding om Wiefer. En die vindt vervolgens wel aan de linkerkant Brendan Mondel. Die gaat de bal voorgeven op Ahmed Mendes Berera. Die kopt. Oeh. En die kopt net naast de paal. En zo komt Excelsior bijna weer op 1-1 hier. In de 40ste minuut. Knappe kopbal van Ahmed Mendes Berera. Kwam goed voor zijn man. Scherpe voorzet van Brendan Mondel. Otwil, de Engelse linksback. En zo is het geen 1-1 hier helaas. Maar wel een gevaarlijk moment aan de kant van Excelsior. En dat hadden we even nodig, Vincent, als ik even naar jou kijk. Hij knikt ondertussen hier 3 of 4 keer gewoon even. Want ter bevestiging, want het is bar en boos voorlopig. Maar wel even een lichtpuntje hier. Diepe bal van Jasper Schendelaar, de doelman. Die levert hij in bij Mats Wiefer. Wat de wedstrijd nodig heeft, een doelpunt. Een doelpunt van onze kant dan wel, zegt hij. In het algemeen om te ontbranden. Ja. Nee, snap ik. Ja, we hebben net een doelpunt gehad helaas, maar niet aan onze kant. Nee. Dus Vincent, het is ondertussen weer Telstar wat kan gaan opbouwen. Aan de rechterkant van het veld met Van Doorn. Die probeert daar Bronckhorst te vinden. Zijn aanname is verkeerd en waardoor Excelsior kan gaan ingooien. Nog 5 minuten op de klok. Verwacht ook niet echt dat er een minuutje bij komt. Ik kijk even naar Vincent, denk ook niet. Geen blessurebehandeling geweest, geen wissels, niks dergelijks.
Geen kat op het veld, ook niks dergelijks, geen gekkigheid. Dus geen strieken, nee. Ja, dus dat kan allemaal niet in deze tijd. Nou, vraag ik me ook al af, als je gaat strieken, zou je dan gaan strieken bij Excelsior of Telstar Excelsior? Zou jij het doen of niet? Nou ja, goed, er is ook geen live-uitzending, dus voor wie doe je het dan, vraag je je af. Nou, voor het radioverslag. Voor het radioverslag, ja, dat is misschien wel een goed idee, dat je in ieder geval genoemd wordt. Ja, dat is zeker. Terwijl we Excelsior op de helft van Telstar zien opbouwen met Sunder Skeuken en Sibbe Hormans aan de rechterkant van het veld. Toch weer een balletje terug richting Luigi Bruins op eigen helft en die gaat er vervolgens de boel dirigeren. Hij heeft daar een diagonale schuine paas naar Robin van der Meer in huis. En hij kan gaan opbouwen. Helft van Excelsior heeft daar een steekbal in huis richting Thomas Odekotte. En die kan vervolgens een directe tegenstander voorbij. Ja, vindt daar met een voorzet bijna Elias Maomerson. Maar er zit iemand van Telstar tussen. Is Luigi Bruins 20 meter van het doel van Telstar. En is het Brendan Mondo. Otto wil die echt lukkeraak gaat schieten. En zo eigenlijk een kans van Excelsior om zeep helpt. Tellen we 42 minuten op de klok. En is het voorlopig nog steeds 1-0 hier in Telstar. Of in Velsen-Zuid, excuus. Ja, krijg ik toch nog een attent feitje. Krijg ik een appje van Romano van der Steen, Vincent. Ja. We hebben blijkbaar nog iemand met een Excelsior verleden aan de kant van Telstar. En dat is namelijk Giuliano van Velsen. Hij speelde in de voorbereiding van het seizoen 2014-15 twee duels voor Excelsior. En zien we ondertussen dat Mats Wiefer de bal verliest ter hoogte van de middencirkel. Is het Excelsior wat aan de linkerkant de rap uit kan via Rashaan Fernandes. Die gaat het duel aan met Sibbe Hormans. Kruipt er binnen en kan gaan schieten. Schieten, ja. Die ging letterlijk het stadion uit die bal. Dus daar mogen we er meer van hebben deze avond. Maar Romano, dankjewel voor je attente feitje. En kunnen we weer mooi gebruiken in het verslag. Dus dankjewel. Goed om te weten dat er toch wel eigenlijk de roots van Excelsior overal te vinden zijn in het Nederlands voetbal. Is het via de jeugd of is het via het eerste elftal. We hebben overal wel een vertegenwoordiger zitten, laten we zeggen. En we hebben natuurlijk Mendes Moreira die omgekeerd. Ja, klopt. Mendes Moreira speelde natuurlijk voor zijn periode bij Excelsior een half jaar op huurbasis van Groningen in Velsen-Zuid. En deed dat niet onverdienstelijk. Ondertussen een diepe bal van Hormans op Ahmed Mendes Moreira die we net noemden. Maar die kwam net niet aan door Bronckhorst. Is het Van Doorn die de dieptebal zoekt naar Rashaan Fernandes. Sunder Skeuken die daar het duel verliest van de kleine behendige buitenspeler. Is het Ozan Kuksu die de bal kan gaan opbouwen. Ja, toch wel een ingooi, want het is toch een goed werk van Thomas Odekotte die zijn defensieve werk goed doet. Gepositioneerd op het middenveld van... hoofdtrainer Marinus Dijkhuizen die we eigenlijk al heel de wedstrijd zien staan. En dat is typisch onze trainer. Zien we ondertussen een diepe bal van Elias Maomerson die bal op komt halen op de helft van Excelsior richting de kant van de Telstar kant. Is het Ahmed Mendes Moreira die daar het duel aangaat richting de Telstar verdediging. Probeert naar binnen te krijpen. Is het een schot wat hij lost op een meter van 25 en dat is recht in de handen van Jasper Schendelaar. Spon speelde daar wel netjes nog reden van Elyokoubi, die maakte nog een slijding. Maar gelukkig was het in de handen, of net buiten bereik van Ahmed Mendes Moreira, waardoor hij kon schieten en helaas niet echt gevaarlijk kon worden. En is het weer opbouwen geblazen en dan zien we dat er ondertussen 44 minuten 30 op de klok staat. Ja, dan is het Telstar wat in balbezit is hier. Ja, we hadden een aantal luisteraars die wat feitjes inzenden. En mochten jullie nog wat feitjes of weetjes willen inzenden, dan kan dat altijd. Natuurlijk via het Twitter-account van Excelsior of wellicht eventueel via de livestream zelf, via de stream. Altijd leuk om te weten en wat vermaak jullie oren in te spreken. Ondertussen fluit scheidsrechter Baks voor de rust en gaat Excelsior rusten met een 0-1 tussenstand. Gaan wij ook even rusten aan de thee. En dan hopelijk dat er in de tweede helft een beter voetbal op de mat kan worden gelegd door Excelsior dan dat we het in de eerste helft hebben gezien. En dan zien we jullie zo straks weer.
Ja mensen, daar zijn we weer. Terwijl de Common Yard hier in het Velsen Zuid Buco Stadion staan te schreeuwen ondertussen. Ja, zeker. Zijn wij toe aan twee, half twee. We zien ondertussen de spelers het veld opkomen. En dan houden wij het eigenlijk op Don't Leave Me This Way met een 1-0 achterstand. Want ja, vorige week stonden we ook zo met een 1-0 bril of 1-0 achterstand gingen de rust in. Toen werd het heel anders, maar toen hadden we geen Joel Zwarts. Of toen hadden we Joel Zwarts, nu niet. Dus wat verwacht je ervan nog, Vincent? Gaan we de tij keren hier in het Vissersdorp? Ja, we hebben natuurlijk niet echt heel veel kansen gehad. Mendes Moreira was dichtbij vlak na de 1-0 eigenlijk. Daarvoor ja, nauwelijks gevaar. Elias Maomerson, één keer gevaarlijk. Elias Maomerson, ja, een mogelijkheid. Het zal beter moeten in de tweede helft. Dat is één ding wat zeker is, maar ja... Dat kunnen we wel. Of we het ook gaan laten zien, ja, dat zullen we af moeten wachten. Nou ja, laten we hopen voor het positiefste. En dan om toch enige positiviteit erin te houden, kregen we zojuist een feitje door van onze huisanalist Dylan Metselaar. En hij vertelde ons namelijk dat er op 16 april met de laatste 5 wedstrijden niet werd verloren. En dat is natuurlijk wel een positief iets. 3 keer winst en 2 keer gelijk. Dus laten we hopen dat dat nog kunnen omdraaien. Ander feitje op 16 april, als we toch het archief in duiken, is dat er namelijk voor Excelsior op 16 april 2004, ja mensen, 2004, kwamen ook achter. Toen mij Den Bosch uit in de Vliert. 2-0 achterstand buigden wij vervolgens om tot nog een punt. 2-2 via René van Dieren, wie kent hem niet natuurlijk, en Danny Buis. Dus dat was nog een puntje voor Excelsior. Laten we hopen dat dat nu of een puntje is of 3 punten. Terwijl we Excelsior achterin zien rondtikken met Sonder Skeugen en Van der Meer. Skeugen die vindt vervolgens Wiever ter hoogte van de middencirkel. Gaat de combinatie aan met Luigi Bruins. Die zoekt de diepte, lijkt de diepte te zoeken, maar krijgt Van Vels op zich. Toch de diepte gezocht via Hormans, maar hij moet terug worden gedrongen door Rashaan Fernandes. En zo is het Excelsior wat weer gaat opbouwen. Maarten Fokkert. Sunders Keugen. En ja, Dylan zei uit alle hoeken en gaten zijn altijd ergens positieve statistieken te halen. Nou, laten we hopen dat die positieve statistieken weer een glans werpen op deze avond. Het is toch wel iets frisser geworden hier. We gaan kijken of we iets aanvallende voetbal kunnen vertonen. Zien we ondertussen dat Sibbe Hormans de diepte zoekt via Reuven. Dat is goed gezocht. Reuven Niemeyer die gaat voorgeven op 8 minuten. En die mist volledig de bal waardoor Excelsior eigenlijk op een 1-1 voorsprong of 1-1 gelijk spel kan komen. Oh, dit is echt een hele grote kans. Direct na rust, minuut 46. En Excelsior had hier op 1-1 moeten komen. En dit is echt een levensgrote kans. Eigenlijk vergelijkbaar met de kans ja, qua grootte en gevaarlijkheid van de eerste helft van Ahmed Mendes Moreira. Ditmaal krijgt hij eigenlijk een panklare voorzet van Reuven Niemeyer. En hij moet hem eigenlijk enkel zijn voeten tegenaan zetten. Ja, doet dat ook wel, maar doet dat verkeerd. Waardoor de bal eigenlijk ja, mijlenver van het doel van de Telstar doelman Schendelaar eindigt. En zo over de achterlijn gaat, waardoor er Telstar weer kan gaan opbouwen met inmiddels een doeltrap. Dat inmiddels heeft gedaan. En via Redouan El Yacoubi, de nummer 5 en toekomstig verdediger. Speelt een verdienstelijke wedstrijd. Natuurlijk ook een goed om al voor zijn Marinus Dijkhuizen helemaal vast aan het werk te zien voor volgend jaar. En met blik op de toekomst. Dus waar we natuurlijk met z'n allen samen aan gaan bouwen. Dus laten we hopen dat dat een beter seizoen wordt dan deze. Ik stond tussen Telstar wat op de helft van Excelsior vrij kan gaan combineren met regelingen en Bronckhorst, eigenlijk de verdedigers. Dus het Bronckhorst wat voorgeeft en Sibbe Hormans die wegkopt. Dus het is weer opgepakt door Dijkstra en Kuksu, de doelpunt te maken. Redeman El Koubi die de bal verliest van Sibbe Hormans. De Belg kan weg, vervindt daar vervolgens de IJslander Elias Maumersom. Die neemt net de bal verkeerd aan, waardoor de balverlies wordt geleden. En is het Van der Meulen die plet. Nee, excuus, Van Velzen diep zoekt. Die gaat vervolgens van de Skeugen langs en de 16 meter binnen dreigt. Dus weer te maken met die Noor. En die zorgt er met een voet tussen dat het een corner wordt. En zo is het de derde corner voor aan de kant van Telstar. Ja, en dat was toch een gevaarlijk momentje daarvoor voor de gastheren. Ja, aan de kant van de Telstar moeten we toch altijd uitkijken voor Gleinor Plet. Want die was altijd goed voor 18 doelpunten dit seizoen. Alleen dit seizoen... 2009, 2010 was de aanvaller goed voor meer treffers in de eerste divisie, 20 namelijk.
Oeh, en daar wordt uit die corner wordt daar ja, Maarten de Fokker toch vrij onver gebeukt in zijn eigen 5 meter gebied. En dat is onreglementair, zo beslist Christian Baks. En kan ja, Excelsior middels een vrije trap het spel gaan hervatten. Vervolgens Fokker die dan toch weer een Sunderskeugen met opbouw met Bruins. Die laat zich uitzakken, krijgt dat te maken met Dijkstra. Maar vindt dat toch Sibbe Hormans, die draait daar knap van Fernandez weg. Waardoor Excelsior het spel kan verplaatsen naar de linkerkant van het veld. Dus het Van der Meer die kan gaan opbouwen. Is het Wiefe die daar goed wordt ingeschoven. En die daar vervolgens op de helft van Telstar de diepte in kan zoeken. Is het Achmed Mendes Moreira die heel verder kan doorzoeken, kan gaan schieten. En vervolgens het Schendelaar die daar toch wel een redding in huis heeft. Maar Excelsior toch wel nadrukkelijk direct naar rust ja, de aanval zoekt. En tweemaal gevaarlijk is. Tweemaal via Achmed Mendes Moreira. Nu weer Mats Wiefe die kan opstomen. Vindt daar vervolgens Reuven Minimeijer. 20 meter van het doel gaat schieten. En dan is het balletje in de handen van Schendelaar. Ja, zo is Excelsior nadrukkelijk aanwezig in die eerste 5 minuten. Zo zijn we dat al, tellen we 49 minuten op de klok. En is het al een 3 keer een doelpoging. Drie keer zit die keeper in dat blauwe shirt daartegen. Jammer voor Excelsior, maar het is nog niet voorbij. Dan zou ik zeggen, blijf maar bij mij. Maar dat heeft ook nog geen zin, want we hebben nog geen 3 punten. Is het Robin van der Meer met een opbouw richting Sunderskeugen. Hij laat de bal net iets onder zijn voet glippen, maar hij vindt dat toch Sibbe Hormans. Geen echte druk van Giuliano van Velzen. En is het Maarten Fokker die in zijn eigen 16e bal ontvangt. Vervolgens de opbouw weer gaat verzorgen met Thomas Oudekotte. De bal terugkrijgt van van de oud-Vitesse speler natuurlijk. Al een aantal seizoenen in Kralingse dienst. Een van de spelers op het veld die zijn contract afloopt. Natuurlijk niet de enige. Zien we ondertussen dat Sunderskeuken de bal gaat indrippelen op de helft van Telstar. Hij heeft een diagonale paas in huis richting Luigi Bruins. Goed gezien van de Noor. Die kan Bruins. Wat kan hij met de bal? Die ziet daar Mats Wiefe op stomen. Gaat vervolgens, kapt zijn man uit en gaat vervolgens schieten. Toch wel een meter of 3-4 naast het doel. Dat zien we toch niet. De tukker zien we dat niet al te vaak doen. Een van de revelaties natuurlijk van het toch wel klote seizoen. Mag ik zacht uitdrukken hier. Tussen zien jullie ook dat we een aantal foto's hebben gekregen. En die foto's zijn van Sander Westdijk, de fotograaf ook wel van SV Pro Excelsior. Waarmee we normaliter deze stream in samenwerking organiseren. Maar hij was zo vriendelijk om de foto's ook met ons te delen vanavond. Dus zodat jullie toch wel een beeld kunnen krijgen van hoe het er hier aan toe gaat in de Velsen Zuid. Zien we ondertussen dat Telstar weer gaat opbouwen. En opstomen aan de kant van Excelsior, in de rechterkant. Gelukkig zit Van der Meer tussen die voorzet, waardoor Bronckhorst nu eigenlijk een herkansing krijgt. Moet daar inleveren naar zijn centrale verdediger. Die gaat vervolgens de fout in en de bal gaat over de zijlijn. Waardoor Excelsior kan gaan opbouwen via Wiefer. Ter hoogte van eigen 16. Dat is een steekpaas in huis richting Hormans. Die gaat de diepte in richting Achmed Mendes Moreira. Maar die bal is over de zijlijn geweest, waardoor Telstar weer kan gaan inrooien. En zo kijk ik helemaal naar de rechterkant van het veld. Zie ik ondertussen daar jongelingen warm lopen. En dan denk ik dat Marco Vlochem zijn hart aan harder gaat kloppen. Want ik zie Dave van Delft, niet in hete Redouan El Ankouri warm lopen. Uiteraard niet Marco Vlochem, maar ook luisteraar Romano van der Steen. Vervent Excelsior jeugdvolger. Dus wellicht dat we straks weer een jeugdprotégé vanuit de Kralingse vijver zien invallen. Maar gaan we toch weer terug naar de wedstrijd waar Sunderskeuken het hoogte van de middenlijn Luigi Bruins vindt. Die wordt daar aangetikt door Dijkstra op de hiel. En Christian Bak ziet dat goed als een overtreding. En zo kan Excelsior een opbouw of een vrije trap verdienen ter hoogte van de middenlijn. Het is toch al Bruins die wat last lijkt te hebben, maar even stampen en hij kan weer verder gelukkig. Dus Mats Wiefert ter hoogte van de middencirkel op de helft van Telstar. Vindt daar de Noor, Sunderskeuken en Luigi Bruins. Laten we hopen dat een 1-0 achterstand gewoon kan om worden gebogen. Net als vorige week. Net als knap goed voetbal wat we juist moesten laten zien. En dat werd thuis wel gedaan tegen NEC. Voornamelijk in de tweede helft. Hetgene wat we willen spelen, dat werd toen gedaan. En nu is dat toch nog echt anders. Maar hopen dat het nog uit het vaatje kan worden getapt. Ondertussen zit Skeugen daar goed voor zijn man gekomen van Velzen. Wordt er vervolgens door 3 man vastgezet van Telstar. Verliest daar wel de bal.
Wint hem ook weer direct terug. Oeh, dat is een flinke beuk van Ahmed Mendes Moreira. Die legt daar Nick van der Meulen gewoon even bijna buiten Westen. Gelukkig gaat het voor de verdediger van Telstar, gaat het beter. Dan kan hij weer opstaan. Flinke beuk wel van de aanvallen. Maar dat toont ook wel de gretigheid van Achie eigenlijk. Ondertussen kregen wij nog een statistiekje door van iemand van de tribune hier ook. En dat was namelijk nog een speler met een Excelsior verleden en een Telstar verleden. En dat was doelman Cor Varkenvisser. Ja. Vier seizoenen Excelsior heeft Vincent even opgezocht. En de zes voor Telstar. Dus wederom een overeenkomst tussen beide clubs. Ook wel leuk om altijd even te benoemen natuurlijk. Ja, ondertussen is het weer windkracht 7 hier in Velzen, waardoor... Maar Slory ook nog niet genoemd. Slory ook nog niet, maar die komt zo, hè. Vind altijd bewachten. Maar ik heb mijn blaadje terug en we zitten er weer voor, jongens. Dus we gaan weer beginnen. Je ziet Redouan El Koubi die een dieptepaas in huis heeft richting Giuliano van Velzen. Die gaat de combinatie, of het duel aan met Mats Wiefer. Die verliest dat. Heeft Mats Wiefer vervolgens een hele fraaie diagonale paas in huis richting Elias Marumson. Kan net niet goed aannemen, waardoor hij die bal verliest aan Regelink. Regeling kan vervolgens weer Dijkstra Van Doorn weer gaan opbouwen. Bronckhorst staat uit de hoogte van de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Ja, levert daar de bal in weer via bij Van der Meulen. Die toch wel weer lijkt te hersteld te zijn van de beuk van Ahmed Mendes Moreira van eerder. Stuurt daar Kokshu, de doelpuntmaker, diep. Maar die speelt de bal eigenlijk te ver voor zich uit, waardoor het een corner wordt. Of een excuus en de doeltrap voor Maarten Fokkert. 10 minuten na rust. Excelsior drie keer gevaarlijk. En, daarbij lijkt het voorlopig ook alleen maar zo te zijn. Nog steeds een 1-0 achterstand natuurlijk op het bord. Dus het Excelsior wat opbouwt via Skeugen en Van der Meer. Linkerkant van het veld is Luigi Bruins uitgezakt. Komt daar de bal ophalen en zo kan Excelsior het spel verplaatsen. Dus het Skeugen aan de rechterkant van het veld die de bal weer ontvangt. En een diagonale paas in huis even richting Brendan Omondo Otterwil wou ik zeggen. Maar daar zat... zijn rechter vleugelverdediger Ilias Bronckhorst staat op tussen. En dan gaat daar Vincent Regeling gaat daar zitten. Zie ik vanuit ver. Moet er medische hulp aan te pas komen. Je ziet Andries Jonker zijn verzorger het veld ingaan. Zie ondertussen ook nog dat niet alleen de jeugdspelers gaan warm lopen. Maar ook Mitchell van Rooyen en Abdallah Arbakane. En nog een statistiek krijgen we door. Nog een doelman. Doelman Edwin van Holte heeft ook voor beide... Edwin van Holte. Uit welk jaartal? Welk seizoen? Dan ga je even de Wikipedia opzoeken natuurlijk. Credits gaan niet van Michel van der Neut. Credits gaan naar Michel van der Neut. Dat is ook natuurlijk een Mr. Excelsior onder de sporters natuurlijk wel. Maar dat is wel heel lang geleden, krijg ik nu al door. Dus... Voor de oorlog of na de oorlog? Eind jaren 90 speelde die voor Excelsior. En Telstar natuurlijk. Het was al in kleur. Het was nog in kleur. Het was, we hadden beeld. Ja. Zien we ondertussen als jullie nog vragen hebben. Zoveel luisteraars meedenken. Nou ja, dat is leuk. Het is goed om te horen dat luisteraars juist meedenken. Vincent zei het is leuk om te horen dat de luisteraars meedenken en meeluisteren naar ons geplaat op deze vrijdagavond. Dus het Robin van der Meer die vervolgens een diagonale paas in huis heeft richting Sibe Hormans, de rechterkant van het veld. Speelt de bal terug op Thomas Oudekotte die de bal weer terug inlevert bij Sunderskeugen. Ja, dus het Excelsior wat toch wel echt het initiatief heeft in de tweede helft, in het tweede bedrijf. Is Thomas Oudekotte die de combinatie probeert aan te gaan met Sibe Hormans. Sibe Hormans die de bal vervolgens verspeelt en Kuksje kan overnemen. Die vervolgens weer via Dijkstra, Bronckhorst en de verdediging... in de stelling probeert te brengen. Telstar natuurlijk nog steeds met 10 man vanwege de bestuurder van Regeling. Ja, die lijkt er toch echt uit te moeten. En waardoor Telstar met 10 man moet gaan wisselen. Wat de gastheren met 10 man spelen. Betekent ook dat er op het veld niet al te veel gebeurt. Gaan wij nog even kijken naar wat er op de velden gebeurt. En zien we dat er overal gescoord is ondertussen. Dat Dort met 0-4 achter staat tegen Den Bosch. Eindhoven met 1-0 voor staat tegen Jong Ajax. Jong Utrecht, Jong Volendam 2-2 nu ondertussen is. Roda SC tegen NAC 3-2, mooie wedstrijd.
Cambuur 3-1 voorstaat tegen Helmond. Ja, zo kan het verkeerde. Zo kan je voorstaan en zo sta je achter in Leeuwarden. Ja, Telstar natuurlijk 1-0 voor tegen Excelsior. En Topos met 1-2 voorstaat tegen, of 1-2 achterstaat tegen MVV. Ja, zo is het een doelpuntenfestijn. En zien we ondertussen dat nummer 4 het veld in is gekomen voor nummer 13. Nummer 4 is Limouri Farouk. En Farouk die vervangt daar natuurlijk centrale verdediger. Vincent Regeling die leek daar met een knieblessure aan de kant te moeten gaan. Ondertussen een trieste afgang voor hem achter het doel van Telstar. Maar zien we aan de andere kant van het veld zien we Sjaan Hernandez en Fernandez een bal ingooien. Krijgt het wel direct te maken met Sibo Hormans, waardoor hij terug moet richting Van Doorn. En hij vindt daar weer van de Meulen eigenlijk in het centrum. Zien we eigenlijk nog steeds wel die driemans verdediging van Telstar, waardoor... dankzij druk zetten van Ahmed Muniz Brera de bal terug gaat naar Schendelaar. Die levert de bal eigenlijk slecht in bij Hormans. Probeert daar Reuven Niemeyer in stelling te brengen. El Yacoubi wint dat kopduel, waarna Fernandez het spel kan voortzetten via Van Doorn. Die ontwijkt daar 6 spelers van Excelsior bekant. En met een dieptepaas weet Van der Meer te onderstekken gelukkig. Maar hij lijkt daar wel te geblesseerd te raken, Van Doorn. Of dat door een speler van Excelsior kwam, zag ik niet, excuses. Maar het betekent wel dat er het spel wederom stil ligt vanwege een blessurebehandeling. Ja, het spel kan doorgaan, zo lijkt het. De middenvelder Van Doorn die toch wel de bal weer loopt te stompen. Is het Reuven Niemeyer die dan even een handje komt geven. En toch wel misschien de gedadigde, of de dader was van overtreding. Met nog een half uur op de klok, Vincent. Moeten we toch echt nog een slotoffensief gaan creëren straks. Hij knikt, knikt een beetje. Maar dat zegt ook een beetje alles over de avond zelf. We hebben nog een half uur. Dat zegt genoeg positieve punten om uit te putten. Dan zien we ondertussen dat Excelsior gaat opbouwen via Van der Meer. Diagonale paas in huis richting Thomas Oudekotte aan de rechterkant van het veld. Komt de veld van de helft van Telstar over. Heeft daar een hele goede paas in huis richting... dit moet de 1-1 zijn. Via Elias Mahomeson een kopbal. En dan is er weer een wildschot van Ahmed Menos Pereira van 1,15 meter. Wat echt over het doel gaat. Maar dit had ook de 1-1 moeten zijn. En echt een hele puikensteekpaas van Thomas Oudekotte. Stuurt daar Sibo Hormans weg. Hormans met een panklare voorzet wederom voor Elias Mahomeson. Die hoofd er alleen tegenaan te lopen. En zijn kopbal gewoon recht op doelman Schendelaar af. Waardoor de doelman weer de boeman is vanavond. En kan pareren. Vervolgens ook nog eigenlijk het tweede poging van Ahmed Menos Pereira gaat over. Ja, waardoor het spijtig genoeg geen 1-1 is. Wel weer aan de andere kant van het veld. Het is aan de rechterkant Bronckhorst die gaat opbouwen. Zijn bal verplaatsen richting de linkerkant van het veld naar Kokshu. Die heeft in het midden van het veld Rashaan Fernandez. Die gaat weer vervolgens naar de rechterkant van het veld naar die Bronckhorst die deze aanval opzetten. Gaat de combinatie aan met Van Velzen, die duikt weg. En dan ziet Sibo Hormans daar vervolgens tussen. Van Velzen die daar de parool op probeert soort van te winnen. En Skeuken die daar wel de bal van Velzen wint. En vervolgens Van Velzen de aanvallen, die gaat een overtreding. Waardoor dus Excelsior balbezit houdt door middel van een overtreding. En die zelf mag gaan nemen, die vrije trap. Zit snel gedaan door Mats Wiever en Van der Meer. En dan gaat Excelsior tempo maken aan de linkerkant van het veld met Omman de Oortewil. Die dirigeert zijn mannen naar voren, maar ziet ook wel dat dat niet kan. Dat er te weinig beweging is, waardoor de bal terug moet via Van der Meer naar Skeuken toe. Die gaat dan weer terug naar Van der Meer toe, waardoor het een beetje breien is achterin. Dan heeft Van der Meer best een lepe paas in huis richting Mats Wiever. Die krijgt dat te maken met Van Velzen en die draait hem helemaal tureluurs in. Dus vervolgens... Wiefer die daar aan de rechterkant Ahmed Menos Pereira probeert te zoeken. Hem niet weet te bereiken, waardoor het dus weer een ingooi wordt voor Telstar. Zo tikt de tijd weg en staat het nog steeds 1-0. Zien we daarnaast nog aan de rechterkant van het veld Sander Fischer warm lopen met Hervé Matthies en Dylan Seys. Zo rouleert trainer Marinus Dijkhuizen zijn wisselspelers. Lijkt hij beroep te willen doen op iedereen, maar nog niemand is ingevallen.
Van de linkerkant van het veld is Brendan Amondo op de wiel. Die vindt daar in het, de middencirkel Mats Wiefer. Die haalt de bal uit en vindt daar Sunder Skeugen. Noord dribbelt in en vindt op de helft van Telstar Thomas Oudekotte. Nou, dan moet die Thomas Oudekotte weer noodgedwongen terug naar die Noor. En die gaat verplaatsen het spel naar de linkerkant naar Robin van der Meer. Die gaat weer naar Luigi Bruins, die rechts is uitgezakt. Zit Siebe Hormans aan de rechterkant van het veld die naar binnen kruipt. Ja, nou, best wel veel ruimte heeft. En aan de rechterkant, linkerkant, Mats Wiefer vindt. Die gaat de combinatie hebben met Achmed Mendes Moreira. Dan is het net Mats Wiefer die dan net zijn teentje voor de bal zet. En Sven van Doorn die daar tussen zit. En ja, net te laat, waardoor Christian Baks genoodzaakt is om een overtreding te fluiten. Vrije trap op een meter of 35 van het doel van Telstar. En die gaat genomen worden door Luigi Bruins. Kort richting Mats Wiefer. Die gaan de combinatie aan met z'n tweeën. Is het Wiefer die de bal uithaalt naar Bruins terug. Die Thomas Oudekotte vindt. De rechterkant van het veld. Die vindt Siebe Hormans. Dan is het Reuven Niemeyer die uitzakt. En de bal gaat voorgeven richting Ahmed Wenders Pereira. Die draait daar van zijn direct tegenstander weg. Gaat daar combinatie aan met... Ja, ik wou net zeggen met Elias Maromerson. Die krijgt vervolgens de mogelijkheid om de bal terug te spelen naar Ahmed Wenders Pereira. Die haalt uit. En die schiet vervolgens op de benen van doelman Schendelaar. Dus weer een sta in de weg is de doelman van de Witte Leeuwen. En zodoende is het zo dat Excelsior toch wel genoeg kansen krijgt eigenlijk. Maar ze niet lijkt te kunnen benutten. Waardoor het noodgedwongen nog steeds 1-0 staat. En misschien ook wel door eigen toedoen. Is het Telstar wat snel de bal eigenlijk verspeelt en de mogelijkheid geeft aan Excelsior om weer te gaan op te gaan bouwen. Via Skeugen en Van der Meer. Centrale duo wat veel aan de bal is geweest vandaag. En ook nadrukkelijk weer zich gaat, laat gelden. Is het de diepte die wordt gezocht door Luigi Bruins en Ahmed Mendes Moreira. En is het Bruins die daar makkelijk groen Thomas Oudekotte vindt, die vrij staat. Kuksu die de overtreding maakt. Terecht gefloten door scheidsrechter Baks. Geen gele kaarten ook nodig deze wedstrijd. Nu toe. Daar is de wedstrijd totaal niet voor. Dan is het Mats Wiefer die de diagonaal Siebe Hormans vindt. Met een 25 minuten op de klok moet Excelsior nu gaan aandringen. Er zit een goede steekpas van Mats Wiefer richting Siebe Hormans. Die gaat voorgeven. Die vindt daar niemand. Het een been van Excelsior, van een Telstar verdediger. Dus Mats Wiefer die vervolgens te maken krijgt met Cas Dijkstra. En dan is het Luigi Bruins die kan gaan overnemen. Is het Thomas Oudekotte die terug moet naar Van der Meer. Daar weer randcirkel Luigi Bruins vindt. En zo lijkt het een beetje wel op de wedstrijd tegen NEC. Waarbij Excelsior in de tweede helft echt wakker wordt. En toch wel zich laat gelden. Is het Siebe Hormans die Ahmed Mendes Moreira vindt. Die vindt aan de linkerkant van het veld Brendan Amondo Ottewil. Die gaat het 16 meter gebied in. Die gaat voorgeven lijkt het. Die gaat voorgeven en daar komt de corner uit. En is het Farouk die daar een been tegen zette. En is het Brendan Amondo Ottewil die vervolgens een corner versiert voor zijn ploeg. Loopt Luigi Bruins daarheen. En gaat hij die corner nemen? Gaat hij hem kort nemen of gaat hij hem toch in één keer voor de pot gooien? Het is kort nemen richting Brendan Amondo Ottewil. Die brengt hem vervolgens voor. Ja, daar wordt hij weggekopt. Is het Mats Wiefer die opvangt op rand 16. Is het Elias Maromerson die daar de combinatie aangaat in de 16 meter gebied. Is het Sunder Skeugen die uithaalt en vervolgens vol tegen Thomas Oudekotte aanschiet. Ja, en dat is extreem zonde. Want dat had best een doelpoging kunnen opleveren eigenlijk. En wellicht wel een doelpunt. Maar helaas, hij schiet hem vol tegen... Thomas Oudekotte aan. Ja, hij kon er ook weinig aan doen. Hij zegt het ook in het veld. Handen gaan omhoog. Ja, ik sta hier ook maar. Ik kan ook weinig doen voor de rest. Dus zodoende. Ja, en, is toch wel, hij werd net al even benoemd door mijn collega Vincent, maar toch wel iemand met een beste staat van dienst van Excelsior en zowel Telstar is natuurlijk Andwele Slorry. Speelde hier in Velsen-Zuid van 2000 tot 2005 voor de Witte Leeuwen en van 2005 tot en met 2007 voor Excelsior. 65 wedstrijden, 26 doelpunten en werd natuurlijk in 2006 kampioen met de Kralingers. Schopt het zelfs tot international natuurlijk. Daarna ook zijn carrière naar Zuid. En vervolgens ook nog vele andere wedstrijden heeft hij gespeeld. Maakte zijn Nederlands elftal oefen-interland debuut tegen
Zuid-Korea met een 0-2 overwinning in het Seoul World Cup Stadium. Zien we ondertussen een vrije steekpaas van Luigi Bruins op Elias Marmerson. Die wordt aan de rechterkant, dringt het 16 meter gebied in. Moet er uithalen, want hij wordt op de huid gezet door twee witte leeuwen. Is het wel dat hij weg, knap weg gaat van der Meulen? Kan daar toch wel goed weg? Oeh, en is het daar een doelpoging van Elias Marmerson die net naast het doel gaat? En zo is het toch wel weer een gevaarlijk momentje aan de kant van Excelsior in de 69 minuten. De is dan de Elias Marmerson die daar echt wel van der Meulen goed wegdraaide. Zijn schot probeerde te schieten en voor te proberen te brengen, want hij achterlijn voorgeven. En zodoende toch een doelpoging op het bord. Zien we aan de kant van Telstar de tweede wissel. Is het doelpunt te maken Kuksu die nu aan de kant gaan. En is het Leslie Bakker, met nummer 45, die daar zijn in. Invalbeurt maakt. Dan zien we ook aan de kant van Excelsior dat er een invalbeurt komt. En dat is met nummer 4 Thomas Oudekotte die dan naar de kant gaat. Ook in 69 minuten. En daar komt best wel lang blessureleed onder andere Dylan Seys terug de lijn in. De kleine rappe Belg. En laten we hopen dat hij misschien met wat kwikzilverigs terecht kan komen. Zien we toch wel dat er waarschijnlijk een wijziging qua formatie komt. Want we gaan terugschuiven naar 4-3-3 voor de laatste 20, 25 minuten. Dus dat is... defensief alles of niets geblazen waarschijnlijk voor de Kralingers. En dat heeft Marinus Dijkhuizen goed door. Zondertussen Brendan Amonde Otte wilde die bal veroveren. Het hoogte van Telstar, 20 meter van het doel. Is Dylan Seys die voorkopt. Is het, die kopt terug op Elias Marmerson en die kopt over. En zo is het Excelsior wat direct gevaarlijk is met de kleine Seys. Ja, eigenlijk boven zijn directe concurrent Rashaan Fernandes uittuurt. De bal terugkopt en Elias Marmerson die net niet de bal onder controle krijgt. Waardoor de bal over het doel van Schendelaar belandt. Maar wederom Excelsior belangrijk. Ja, zegt Christian Baks ondertussen opschieten tegen Schendelaar. En dan gaat de doelman hem nemen. Zit ondertussen Telstar wat kan gaan opbouwen met El Yacoubi. Die stoomt op het middenveld. En, vindt daar aan de rechterkant Ilias Bronckhorst. Hij gaat het duel aan met Brendan Omonde Otterwil. Verliest dat. Levert de bal in. En vervolgens is Mats Wiefer die kan opbouwen. Heeft dat te maken met twee man. Verliest de bal. Maar toch is het Reven Niemeyer. Reven Niemeyer heeft een paas. En hij is Sibe Hormans. En die vindt Dylan Seys. Die gaat 16 meter gebied in via El Yacoubi. En die zit er goed tussen met een slijding. Nou, doet de toekomstige Excelsior verdediger goed. Er zit vervolgens Mats Wiesve die daar de bal toch weer terugwint van Ilias Bronckhorst. En daar op een meter van 35 van het doel van Excelsior. De bal heel lullig verspeeld. En dan zit Gleino Plet die naar buiten. Nu kan counteren. Gaat eigenlijk de cornervlag op en is het Sunders Keuken. Ja, en dit is de eerste gele kaart van de wedstrijd. En eigenlijk best wel meer geschreeuw dan daadwerkelijk de man. Recht voor onze neus, Vincent, zie ik het zo aan. Maar het is een overtreding. En dat is de eerste gele kaart van de wedstrijd. En dat is een terechte uiteindelijk wel. Ook al raakte die de man niet, het is een terechte gele kaart. En een vrije trap 25 meter aan de linkerkant van het doel van Excelsior. Liggen er wel twee ballen in het veld, maar die worden snel weggespeeld door de wisselspelers. Dus het is Sven van Doorn, de plaaggeest van dit seizoen, die hem gaat nemen. Brengt de bal voor. Is het Maarten de Fokkert die wel laat horen dat hij... Dat hij weg wil, maar Dylan Seys die de bal kan opvangen. Is het Sibe Hormans die de diepte zoekt naar Elias Marmerson. Ja, Koeber die ertussen zit, maar de bal over de zijlijn lijkt te gaan. Maar Van Velzen die zit daar goed tussen. Is het Rashaan Fernandes die oppikt door vier man van Excelsior heen wil, maar dat niet lukt. Sibe Hormans die over kan nemen en Excelsior kan gaan counteren met Reven Niemeyer. Die lijkt de balcontrole net niet goed te hebben. Is het Sunders Keuken die de bal verliest. En dan is het vervolgens weer Leslie Bakker die over kan nemen. De middenkant van het veld is het Kastdijkstra. 30 meter van het veld. Kruipt naar binnen. Vindt daar vervolgens niemand van Telstar. Levert de bal in bij Mats Wiefer. En is het counter geblazen. Ja, toch niet. Want Mats temporiseert het spel. En vervolgens via Sibe Hormans aan de linkerkant van het veld. Vindt daar Brendan Omondot. Wil direct te maken met Ilias Bronckhorst. Maar de Engelse linksback wint dat duel. Kan makkelijk gaan opbouwen. En terug naar Sibe Hormans aan de rechterkant van het veld. Diepe bal van Dylan Seys. Diepe van Sibe Hormans. En er zit El Yacoubi goed tussen. Doet er goed de verdediger. En er is het Schendelaar die er tegen de achterhoofd van Seys aangooit. Is het even chaotisch hier in Velsen-Zuid. En er is het Leslie Bakker die het duel aangaat. De bal inlevert bij
Dennis Seijs daar naar binnen slijt, schiet en net naast! Wat een hectische 30 seconden lijkt het hier te zijn in Velsen Zuid met een doelpoging net naast het doel van Dylan Seijs, de invaller die meteen gevaarlijk is en meteen zijn waarde laat zien eigenlijk. Tijd niet gezien natuurlijk helaas, maar hier wel zijn stempel drukt op de wedstrijd, zijn invalbeurt eigenlijk. Ja, en Excelsior heeft het nodig, want er kan hier best wel wat te halen zijn in de tweede helft. Dus het ondertussen een doeltrap van Schendelaar. Ja, die kopt Van der Meer bekant terug richting de doelman. En is het opbouwen geblazen, wil ik zeggen, voor Telstar. Is het Skeuken die het duel aangaat met Van Velzen. En dat duel niet wint, waardoor Telstar kan opbouwen met El Yacoubi ter hoogte van de middencirkel op de helft van Telstar. Die dribbelt op, kan de helft overschieten van Excelsior. Van Velzen die op een meter van 40 van het doel daar aan de rechterkant van Bronckhorst vindt. En die vindt Dijkstra helemaal vrijstaand. Nou, volgens is het Dijkstra die de bal inlevert bij Siebe Hormans. En Siebe Hormans leven niet mee vindt en Dylan Seijs de diepte instuurt. Is het Elias Maomerson die daar vervolgens de bal krijgt. Ahmed Mendes Moreira controleert. En net niet goed controleert waardoor de bal een corner lijkt te worden. Want hij wordt nog aangeraakt. En dat ziet Christian Baks goed. Excelsior gaat nadrukkelijk zich melden voorin met nog een kwartier te spelen. En dat zou ook wel moeten. Ja, ik hoor hier een 7 mogelijkheden voor Excelsior op de tribune. En niks voor Telstar. Is het een... Het zit uit die corner wederom kort genomen. Voorgebracht door Brendan Mondoltewil. En kan de Noor Sunder Skeugen bijna inkoppen. En hij schampt de bal. Waardoor het net naast het doel belandt. Wederom een doeltrap voor Telstar. En valt het allemaal reuze mee met hetgene wat Telstar laat zien in de tweede helft. En dan vraag je me af, waarom kan dit niet in de eerste helft gebeuren voor Excelsior? Waarom kan deze druk niet worden uitgeoefend? En daar lijkt toch wel de ploeg van Marinus Dijkhuizen de tweede helft zich een soort van de rug te rechten. En op zoek te gaan naar die gelijkmaker. Daar zijn we al een aantal keren dichtbij geweest. Dan ga ik even naar mijn mede-commentator toe, Vincent. Ondertussen druk bezig. Maar we hebben hier eigenlijk wel recht op een doelpunt tot nu toe. Ja, ik zet eigenlijk net op Twitter, er hangt een treffer in de lucht. Hij moet er alleen nog uitvallen. De vraag is of dat gaat gebeuren met nog een kwartier op de klok. Maar we dringen wel nadrukkelijk aan. Dus het zou ook wel verdiend zijn als die gelijkmaker valt. Maar ja, je zult hem eerst moeten maken. Ja, en dat is het voetbal natuurlijk. Want als je hem zelf niet maakt, kan hij zomaar aan de andere kant vallen. Maar we hebben al genoeg kansen gehad. Vonden meer via Ahmed Mendes Moreira natuurlijk, Elias Maomerson. Het wil maar niet, lijkt het. Nee, we dringen wel aan. En er komen ook wel kansen. De doelman is natuurlijk een flinke sta in de weg regelmatig. Ja. In de tweede helft eigenlijk nauwelijks gevaar meer van Telstar. Maar goed, op het moment dat ik het zeg, denk ik ook heel gevaarlijk. Want het kan ook maar zo één moment genoeg zijn. Maar ja, het lijkt dat we hier toch wel minimaal een punt moeten kunnen halen. Maar ja, nogmaals, we zullen hem eerst moeten maken. Ja, nou, laten we hopen dat het nog gaat komen in dat laatste kwartier. Zien we ondertussen dat Van der Meer Ahmed Mendes Moreira probeert diep te spelen. En is het Farouk die de overtreding begaat. En Excelsior ter hoogte van 25 meter links van het doel van Telstar. En vrije trap wint. En dan gaan we kijken hoe het gaat uitvallen, deze vrije trap. Zien we dat daar Luigi Bruins onder meer achter staat. En natuurlijk Ahmed Mendes Moreira. Wie van de twee heren gaat hem nemen is de vraag. Steen, papier, schaar. En dat lijkt Ahmed Mendes Moreira te zijn. Een lage bal voorgezet. En midden in de muur eigenlijk van de Witte Leeuwen. Die willen overnemen. Via Bronckhorst. Ja, die peert de bal eigenlijk gewoon naar voren. En is het Maarten Fokkert die een van zijn weinige balcontacten in de tweede helft kan voortzetten. Het spel, het opbouwende spel. Luigi Bruins die de bal opvangt. Is Mats Wieven in de helft van Telstar. Ahmed Mendes Moreira die daar wordt gevonden. Toch weer terug naar Luigi Bruins. Dan is het Bruins die een dieptebal heeft en Moreira. Die kan, lijkt het niet voor te geven, want Farouk zit ertussen en dan is het weer een corner voor Excelsior. Zo tellen de corners hier toch aardig al op in de tweede helft. En dan is het Mendes Moreira die de bal kort neemt richting Wiefer. Zo houdt Excelsior het baltempo hoog, vindt in het midden van het centrum Brendan Mondoltewil. Mondoltewil die de Hormans aan de rechterkant van het veld vindt. En die terug naar het midden gaat naar Van der Meer.
Vervolgens is het weer cirkelen rondom de 16 van Telstar. Via Brendan Omanda-Otterwil wordt Ahmed Ferreira gevonden. En is het Farouk die daar een overtreding begaat. En hier kan wel een kaart voor gegeven, want dit is al de tweede, derde overtreding van de invaller. En dat is ook zo, want Christian Baks trekt hier een terechte gele kaart voor de rand 16. En een perfecte plek eigenlijk voor Luigi Bruins, als ik jou aankijk, Finn. Dit is een... Hij ligt voor een Luigi Bruinsje eigenlijk, maar we gaan zien wie hem gaat nemen. Onder meer Reuven Niemeyer en Ahmed Mendes Moreira die zich daar gaan melden. Ik ben benieuwd wie er de gadadigde wordt om hem te gaan nemen. Lijkt het Reuven Niemeyer te zijn die de bal mag gaan nemen. Tweemansmuur van de Witte Leeuwen. En is het Reuven Niemeyer die gaat nemen. Schiet de bal keihard op doelman Schendelaar. In minuut 79 van de wedstrijd is weer een doelpoging die genoteerd kan worden. Ja, toch een beetje ongelukkig, maar een hele goede bal van Reuven Niemeyer. Ja, is het Schendelaar die dan weer volgens de bal inlevert bij Skeuken en Excelsior kan gaan opbouwen. Via Van der Meer. Luigi Bruins vindt hij volgens weer Sunder Skeuken. Die dat te maken krijgt met Giuliano van Velzen. En Luigi Bruins Van der Meer vindt aan de linkerkant van het veld. Dus de opbouwen voor Excelsior toch al gezien de heel de tweede helft. Zo is het spel eenmaal. Excelsior bouwt op. Telstar graaft zich in. Goeie dieptebal van Sunder Skeuken. Maar dat wordt onderschept door verdediger Van der Meulen van Telstar. Ingooien voor Excelsior. 20 meter van het doel van... Op de helft van Telstar, excuus, van Hormans. Die vindt vervolgens via Wiefer Bruins. Bruins vindt Omanda-Otterwil. Die knijpt het centrum in en vindt vervolgens aan de rechterkant weer Sibbe Hormans. Die gaat vervolgens weer terug richting Skeuken. Want ja, Telstar graaft zich helemaal in hier in eigen huis. En meer kan het niet. Dus het Brendan Omanda-Otterwil die daar Dylan Seijs vindt. Daar het duel aan gaat. En dit is een hele, hele te late overtreding. En, ja, ik... Kijk hier Vincent aan en dit had best een rode kaart kunnen zijn, eerlijk gezegd. Want Dylan Seijs komt hier heel goed weg. Krijgt vervolgens een gele kaart van arbiter Christian Baks. Maar dat was dit was wel een pittige overtreding, al mag ik het zelf zeggen. Slachtoffer aan de kant van Telstar, als ik het goed heb, is dat Van der Meulen. Of excuses. Nee, Leslie Bakker is daar slachtoffer van de overtreding. Dat is een pittige overtreding van de Belg. Intussen gaan we de laatste 10 minuten in hier in het Buco Stadion in IJmuiden. En is dan Excelsior de taak om hier nog wat recht te breien. Kijk je nog even naar de bank toe en dan zie ik dat nog steeds Marinus Dijkhuizen samen met zijn conculega Andries Jonker allebei boven de banken uitsteken, turend. En wordt er nog steeds niet ingegrepen. Voorlopig wel Sander Fischer en Hervé Matisse die aan het warmlopen zijn. Vriend Telstar ondertussen een vrije trap. Rechterkant van het doel van Maarten Fokkert, meter of 35. Die kan Sven van Dorm gaan indraaien. Dus de... Uitkijken geblazen voor de Kralingers. Voor een Doorn die inbrengt. Vervolgens Elie Koebe die kopt. Nou, die gaat hoog over. En dat is maar goed ook voor Excelsior. Van der Meer die via Fokkert Omanda-Otterwil vindt. En is het Bruins die echt het tempo erin moet gaan brengen met Skeuken. En is het pingelen achterin. En... Mats Wiefer samen met Van der Meer en Bruins de opbouw verzorgt. Ja, de routine die er toch wel mensen probeert te dirigeren. Zich extreem laat zakken. Eigenlijk de opbouw verzorgt hier in Velzen. En via Skeuken Dylan Seijs vindt aan de rechterkant van het veld. Die klimt naar binnen. Die gaat daar 2-3 man voorbij. Knijpt vervolgens naar binnen. Doet dat goed. En vindt daar Brendan Omanda-Otterwil. 20 meter van het doel gaat schieten. En dat is een verre doelpoging naast in de 83e minuut. Nou, zo lijkt het toch dat
Excelsior hier nog wel even werk aan de winkel heeft de laatste 10 minuten. Is het een doeltrap van doelman Jasper Schendelaar. En is het Van der Meer die dat kopduel wint. Vervolgens de bal terugkopt richting Fokkert. En daar bijna plat tussen zit. En daar komt Excelsior heel goed weg. Want dat was bijna de vingertoppen van de Fokkert. Maar gelukkig komt dat allemaal goed. De diepte die wordt gezocht door Brendan om onder Otterwil richting Mendes Moreira. Hij verliest vervolgens bal. Is het Omando Otterwil die de bal inlevert bij Bakker. Die de diepte zoekt via Plet. En die de bal over de zijlijn speelt. Is het een invalbeurt aan de kant van Telstar. Met nummer 23 gaat naar de kant Cas Dijkstra. De middenvelder. En nummer 21 Anas Nadja komt daar in de middenvelder. Dus een middenvelder voor een middenvelder. Zien we ondertussen dat Excelsior ook nog steeds niet gaat wisselen. Zien we wel dat Redouan El Ankouri weer gaat warmlopen. Zien we ondertussen een rondje langs de velden dat Dordrecht 2-5 staat tegen het FC Den Bosch. FC Eindhoven 2-0 tegen Jong Ajax. Roda NAC 3-3 ondertussen. Cambuur Helmond 4-1. En Telstar Excelsior 1-0. Topos MVV 1-2. Genoeg spel dus en genoeg doelpunten in de Keukenkampen divisie vandaag. Gaan we weer opbouwen. Robben van der Meer die dat druk kan ik het niet noemen door Glynor Plet. Maar te maken krijgt met de aanvallen. Dus aan de rechterkant van het veld Luigi Bruins. Daar steekpaas in huis even richting Dille Seys. Maar die wordt onderschept door Redouan El Ankouri. Die heeft vervolgens weer Sven van Doorn een steekpaas in huis. En is het Van Doorn die daar een kleine plet vindt. In de 84e minuut heeft dat te maken op de 16 meter gebied met Robben van der Meer. Gaat richting de cornervlag, probeert daar tijd te rekken. Ik vind daar vervolgens wel nog Ilias Bronckhorst. Die heeft vervolgens Anas Nadja mee te maken op het midden van het veld. En dan wordt Telstar teruggedrongen door Excelsior. Noodgedwongen wel, maar de Kralingen zetten goed druk om de bal terug te veroveren. Toch een Nadja die in het balbezit komt met Bronckhorst. De combinatie op de kleine ruimtes. Plet en dan is het gefloten door Christian Baks. Omdat Brendan Amanda Otterwil een overtreding begaat. En dan toch een wissel aan de kant. Met 5 minuten te gaan krijgt Redouan El Ankouri zijn minuten nog. En hij komt in de plaats voor Ahmed Mendes Moreira. Dus die jonge aanvaller. Natuurlijk afkomstig uit de jeugd van Excelsior. Twee jaar lang geteisterd door blessure. En dit jaar eindelijk weer minuten kunnen maken. En dat deed hem goed. Onder meer tegen de Graafschap. En Helmond. Zien we ondertussen dat Brendan Motte wil een pegel in huis heeft richting voorin. Wordt opgevangen door Anas Nadja. En hij kan het spel gaan verzetten voor Telstar. Is het Ilias Bronckhorst en Sven van Doorn die daar het middenveld vrij de mogelijkheid hebben. En is het Nadja weer die de bal oppikt. Hij gaat vervolgens terug naar Redouan El Ankouri. En El Ankouri die krijgt dat te maken met Seys. Maar eigenlijk best wel knap de Belg van zich af doet. Het veld indribbelt, de combinatie aangaat met Plet. En dan vervolgens de diepe bal heeft voor Ilias Bronckhorst. En nu komt Telstar gevaarlijk. En de rand 16 is de bal voor. En vervolgens Robben van der Meer die daar toch wel echt wel een corner van moet maken. Want anders kon het toch echt wel heel gevaarlijk worden voor de Witte Leeuwen. Gelukkig mocht het niet zo ver komen. Wel een corner natuurlijk voor de gastheren. Daar shockt Sven van Doorn heen. Ondertussen merk ik dat wij geen batterij meer hebben, Vincent. Ja, mijne doet het niet. Nee. Is het de corner die wordt genomen? En is het Farouk die daar kan uithalen, maar vervolgens vol tegen Plet aan schiet? Is het El Ankouri die kan gaan overnemen? Ja, een lompe bal heeft de richting de voorhoede. Eigenlijk tegen Mats Viva aanschiet in plaats van kaatst. Waardoor Telstar weer kan overnemen. Ja, Telstar die toch wel een beetje leven weer heeft gekregen dankzij die wissel van Nadja. Meer controle in de wedstrijd heeft. En via Plet, via Horremans een ingooi verdient. Bij jou wel. Is het Siebe Hormans die daar een dieptebal heeft, maar door alle benen heen ging van Telstar en Excelsior.
zo het balverlies leidt. Is het El Yacoubi, die kon gewoon opbouwen, maar daar een been van Reuven Niemeyer tussen zit. Zo is het een ingooi voor Telstar, de hoogte van 30, 40 meter van het doel van Maarten Fokkert. Fernandes die daar Sunders Keuken te maken krijgt, die gaat daar druk zetten. Is het middenveld van het veld Anas Nadja, die daar vervolgens Plet en Farouk vindt. Farouk die kan gaan opstomen op de helft van Excelsior. Daar terug moet naar El Yacoubi, die heeft best wel moeite met het controleren van de bal. Maar met een dieptebal richting invaller Bakker vindt. Van der Meer vervolgens het duel wint. Dus het Bruins die daar, reglementair, want er was nogal wat commentaar van Hensbal. Vervolgens wel Wiefer vindt en die vindt Seis, die gaat opstomen, die gaat schieten. Die gaat naar binnen, die gaat naar binnen, die gaat naar binnen. Is het de bal voor en is het vervolgens een corner. Weer een doelpoging en weer dat er iemand een voet of een been of een hand van Telstar tussen zit. Ja, en zo blijft het maar 1-0 heel de tijd. Hier zijn er genoeg pogingen te noteren. En is het voor Excelsior echt wel zaak dat het er nog moet worden gescoord. Is het Luigi Bruins die de corner gaat nemen. En hij gaat hem nemen. Draait de bal in. Sunders Keuken die inkopt en scoort. Het is 1-1 hier in Velsen-Zuid. De Noor scoort uit de corner van Luigi Bruins. Het is 1-1. Sunders Keuken. Ja mensen, we hebben een gelijke stand op het bord. En dat is volkomen terecht gezien het tweede spel in het tweede helft. En dan mogen Sunders Keuken, die echt gewoon verdienstelijk een pot staat te spelen. En is het in de 90ste minuut. Deze voelt wel even lekker, Vincent. Is het toch wel weer een doelpunt van de Kralingse dienst. Verdiend zat heel de wedstrijd aan te komen. En is het ook volkomen terecht. Mooi ingeknikt door de doelman. Of doelman, door de verdediger. Uit de corner van Luigi Bruins. En zo staan we gelijk. Ja mensen, het is een goal. Ties de Jager, juich maar. Want het is 1-1. En we gaan meteen direct door. We gaan juichen. Is het vervolgens 4 minuten die erbij komen. Is het Van der Meer die er het kopduel wint. En is het Sven van Doorn die oppakt. Ja, en ook ondertussen zitten alle gokkers zit ook mee te kijken. En die juichen natuurlijk ook voor een doelpunt. Is het Van Velzen die daar wel rond 16 gevaarlijk kan worden voor Telstar gaat uithalen. Ja, eerste poging van Telstar. Min of meer dit, deze tweede helft. Maar die is ver en makkelijk in de handen van Maarten Fokker. Die gaat vervolgens wel weer opbouwen via Sibbe Hormans. Ja, want is er nog wat te halen deze laatste 4 minuten? Is het Sunders Keuken? Die vindt daar Maarten Fokker. En dan kan Excelsior weer gaan opbouwen via Van der Meer. Ja, nu moet de tempo worden gezocht. Want mocht er nog willen gewonnen worden en een huzarenstukje van je welste worden gepleegd hier, dan moet het nog opschieten. Maar ja, dieptepaas van Van der Meer kan niet worden bereikt door Reuven Niemeyer. En zo is het toch uiteindelijk een balbezit voor Telstar met een doelman Jasper Schendelaar. Die gaat wederom een doeltrap of een uittrap verzorgen. Wordt een gekopte Ilias Bronckhorst in de handen of in de benen van Brendan Ormonde Otwil. Die gaat vervolgens opstomen en heeft alle ruimte toe, wordt niet gestoord. Vindt daar Sibbe Hormans op de rechterkant van het veld, helft van Excelsior. Vindt daar Dylan Seys, veld van Telstar kant. Wordt teruggedrongen door El Yacoubi. Ja, wat gaat hij doen, Dylan Seys? En dan moeten we helemaal terug naar het doelman. En zo is dat toch wel goed druk zetten door El Yacoubi. Dan is het Fokker team een lange bal in huis heeft richting Elias Maomerson. Het duel daar aan moet. De bal verliest. El Yacoubi die opvangt. Dieptebal richting Reuven Niemeyer. Reuven Niemeyer! Nee, iedereen zakt naar de grond toe hier. Want hier kon gewoon de 1-2 komen. En dit had ook compleet terecht geweest. Och, Reuven Niemeyer toch. In de 92ste minuut van de wedstrijd had hij Excelsior nog de zegen kunnen bezorgen. Als de nummer 10, de aanvallende middenvelder, deze bal net tussen de palen had kunnen plaatsen. Maar net voorlangs de paal. En zo had Excelsior, hier bijna toch nog op een 1-2 voorsprong kunnen komen. Mensen, wat dichtbij was dit. Is het vervolgens Telstar wat een hele rare doeltrap gaat nemen, uittrap. Schendelaar die de bal inlevert bij Wiefer, lijkt het. Duel toch wordt gewonnen door Bronckhorst, maar Skeuken die kan nog gaan overnemen. Is het Skeuken die daar vervolgens Hormans vindt, die wil eigenlijk direct door op Seys, dat lukt niet. Is het toch Hormans die daar de bal terugverovert via Wiefer. En is het Skeuken die de bal verliest, Plet die overneemt, te maken krijgt met Wiefer. Toch weer Plet, door de middenlijn. Is het Anas Nadja samen met Van Doorn. Nadja die moet terug naar het doelman. En is het Elias Maomerson die gewoon druk gaat zetten. Gaan we ondertussen de derde minuut in van de verlenging. Is het dan dieptepaas op niks eigenlijk van de doelman. Vervolgens wel weer Van Doorn die oppikt en Van Velzen.
En te maken krijgt met Skeuken. Die gaat het duel aan rand 16. Is het... Hoe goed dat Van der Meer daartussen zit, want de bal was bijna voor de spitsplet. Dus de bal die toch al werd uitgehaald door Van Doorn. Nadja de bal daar controleert. Is het Wiefer daar die het duel aangaat. Maar daar wint Van Plet. Dat is goed. En dan kan nu de bal diep worden gestuurd. En dan is het Seis die weg is. Dat te maken heeft met El Yacoubi. Nou, spelen maar. Ah, kom op. Is het El Yacoubi die daar goed tussen zit. En Seis die daar niet van profiteert van die 1-1 ruimte. Toch alweer de bal wint. Van het duel. Dat de bal voorgeeft. Oeh. En nou, eigenlijk net voor de benen van Reuveniemeyer. Net te scherp waardoor Jasper Schendelaar de bal kan pakken. Ja, en zo komt Excelsior, dringt het toch wel weer aan. Is het een uittrap van de doelman. Die gaat vervolgens, vindt er vervolgens wel weer plat. Is het Bronckhorst die daar de laatste paar minuten in is. Het is Van Velzen die daar te maken heeft met Onwan de Otterwil, maar daar het duel wint. Is het Van der Meer die de combinatie aanzoekt. Is het El Ankouri, Onwan de Otterwil. Zijn we de laatste minuten van de officiële speeltijd, blessuretijd extra. Ja. En dan horen we het fluitje en dan wordt het 1-1 hier in Velsen-Zuid. En daar doet Excelsior zich ongelooflijk tekort mee. Want Vincent, de tweede helft waren wij heer en meester hier in Velsen-Zuid. En doen wij ons eigenlijk met een 1-1 eindstand tekort. Ja, ik denk dat we blij mogen zijn dat we in ieder geval die gelijkmaker nog maken. Reuven had natuurlijk die 1-2 binnen moeten schuiven. Dan hadden we hier gewoon verdiend met 3 punten weggegaan. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, we hebben misschien de eerste helft laten liggen. Tweede helft was het gewoon verdiend dat we een goal maakten en eigenlijk nog eentje, maar nou, we komen niet verder dan 1-2. Zo eindigen we hier het radioverslag in Velsen-Zuid met een toch wel iets wat, ik wil niet zeggen teleurstellende, maar een 1-1 gelijkspel. Gezien de helften en gezien het speelbeeld voorkomen gelijk, want Telstar was in de eerste helft veel beter dan ons, dan wij lieten zien. Tweede helft waren wij herenmeester hier en hadden we ook wel... veel meer hieruit kunnen halen. Heel veel doelpogingen ook gehad. En op zijn minst een puntje, zo zegt Thies de Jager. Daar, ook al hadden we meer verdiend, kunnen we hier toch misschien wel tevreden mee zijn. Nou ja, we gaan in ieder geval met een punt terug naar Rotterdam. Dat is beter dan 0 punten. Want het leek er op een gegeven moment op alsof we die bal er absoluut niet in zouden krijgen. Ja. Ondanks dat we daar wel heel veel mogelijkheden toe kregen. Dus wat dat betreft, misschien tevreden met een punt. Aan de andere kant had simpelweg meer ingezet. Ja. Nou, laten we hem hier met deze noot afsluiten. Vincent, dank ik jou voor jouw co-commentaar. Ga ik mijn stem nog even sparen, denk ik, even schrapen. Want 90 minuten commentaar geven is toch een klus. Dank jullie voor het luisteren en schakelen wij door naar de volgende wedstrijd. Dus dank jullie wel voor het luisteren en tot de volgende maal.